Zag uh, Antiaanse meiden jou niet staan? Antiaanse meisjes zagen mij niet staan. Oh, helemaal niet. <laughs> helemaal niet. En jij zag een paar van ze staan, maar... Uh... Maar daarna niet meer. Oh, jij zag zouden... het toen het me duidelijk werd dat, dat ik afgekeurd was op, op, op wie ik was. Welkom bij Gilly's Love Line. Waarin we eerlijk praten over liefde, alles wat daarbij komt kijken, met al zijn mooie en zijn nasty-ass kanten en ik vond het weer uh, de hoogste tijd om een man uit te nodigen. Gewoon uh, mannen bij elkaar die praten over het fenomeen de liefde. Met als missie het beter te proberen te doorgronden. Tenminste, dat is mijn idee erachter. En uh, als je je eigen sportschool runt. Als jij dagelijks mensen motiveert om een betere en sterkere versie van zichzelf te worden. En daarnaast bouw je ook nog scholen in je eigen geboorteland. Eh... Uh, Mannelijker dan dat woord er niet denk ik. Dennis, ik heb het over jou. <laughs> Thanks bro. Welkom in Gilly's love line. Ja man. Hey, maar by the way, uh, respect. Uh, ik meen dat die scholen bouwen. Hoe gaat het daarmee? Um, op zich goed man. Ik bedoel, um, we zijn, um, ja, we zijn een heel stuk gekomen eigenlijk. Ik ben een uh, aantal weken geleden ben ik dus naar Ghana geweest. En we hebben de eerste verdieping bijna afgebouwd. We zijn nu bezig met de tweede verdieping. En uiteindelijk gaan we naar die derde verdieping. Dus uh, ja. Gaat de dus goede kant op, man. Even, want ik ga het benadrukken. Je bent dus bezig in je eigen geboorteland Ghana. <gif> ja. Daar bouw jij scholen. Ja. Uh, en je praat er zo luchtig over alsof we een, 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 een uh, uh, kaartenhuis in elkaar zetten. Nee, het is een big shit, man. Ja, het is een gigantische. I, 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 I love it. Wanneer is deze droom begonnen? Zo, so, het is echt begonnen, ik denk uh, bijna. 15 jaar geleden denk ik, um, als een jonge jongen gewoon. Ik uh, ben in Ghana geboren. Ja. En uh, mijn ouders hebben me altijd elk jaar terug laten gaan om gewoon te zien van hey dit is waar je vandaan komt. Dat is belangrijk, hè? Geet he? dat nooit. Ja precies. Ja. Ja, ja ja. En op een gegeven moment weet je ga je terug en dan in Nederland was je blij als je je Nike's had en je had <laughs> je, uh, je leuke kleertjes en je favoriete shirt en dan ging je daarmee naar Ghana en dan kwam je erachter dat sommige kids gewoon geen schoenen hadden en dat soort dingen. En toen Voel je je bijna schuldig? Ik voelde me schuldig gewoon. En Dat, dat gaf me een reality check van: hé, hey, weet je, mm -hmm. ze hebben niet de kans gekregen zoals jij die hebt. Ja. Um, dus um, you gotta do something back. En dat is, dat is dan love in dit geval voor ja. je people, voor je country. Ja. Love for your people, for your country, maar ook love voor de mensen die het minder hebben. Ja, 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 ja. 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 Oké, okay. nou goed ja. dat je daarmee bent geconfronteerd gelijk ja. vanaf ja. jongs af aan. En ja. zo zie je maar. En zodra je de mogelijkheid had, ben je dus wat terug gaan doen. Precies. Respect, I love it. Thanks, bro. Uh, dus uh, daar ben je mee bezig. Uh, je runt ook je eigen sportschool. Ja, man. Uh, waarbij je dus ook dagelijks bezig bent met mensen, wat ook energie kost. Zeker. En dan, wat is jouw liefdestatus? Je zit in een relatie. Ja, klopt. Ik ben een getrouwde man. Oh, je bent getrouwd ook echt. Oh, oh, dat wist ik niet. Oh, dat wist ik niet. Je bent een getrouwde man. Ja, ja. Oké, okay, ja, moet je ja, maar ja, willen. Ja. Nee, 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 nee het is natuurlijk een het ding. <laughs> ik ben een getrouwde, man. ik zeg het tegen iedereen: maar getrouwde man. Direct. Feest komt nog. <laughs> oh, ik kom, dit is, je bent pas getrouwd. Ja, eigenlijk hoe het, hoe het zo zit. Oh, zo, ze gaat me schieten als ik dit zeg, maar maakt niet uit. <laughs> maar, um, ja, uh, vanwege corona is dus uh, heel veel niet mogelijk ja. geweest. En, um, ja, uh, waardoor het dus eigenlijk het niet. Hebben kunnen vieren of kunnen doen of hoe het houden. Zoals jullie het eigenlijk wilden. Dus uh, dat komt nog. En nu mm -hmm. merken we dat de maatregelen gewoon uh, de juiste kant op gaan. Yeah. Dus uh, wanneer alles gewoon goodie is. Kan je, kan je het uitpakken zoals jullie dat voor dan, jullie zagen. En, en dan, weet je, wilden we echt keert mee naar buiten meekomen. Maar yeah, yeah, oh yeah. Good man. als ik luister naar jouw verhaal, kom je over als een georganiseerde man. Ik weet niet wat georganiseerd is. In ieder geval je ideeën. Ja, ja, ja. En zoiets ja, ja, ja. van, so. jij wilde helpen, je bent gaan helpen in je geboorte. Oh, ja, ja, ja. Jij ja, ja, ja. wil mo mensen motiveren, doe dat via sportschool. En ja. je derde project ja. is dus, je bent getrouwd. Want dat is ook een zwaar project, zeg ja, ik dan. Ja, man, ja, man. En drie projecten die je dagelijks moet voeden. Mm -hmm. Hoe gaat dat je af? Wat is jouw status in jouw liefdestatus? Gaat het goed? Gaat het prima? Gaat het perfect? Hey, um, uh, ze zeggen. Ze wou je schieten, zei je al. Ja, ja, soms schieten ze. Maar ik denk. Like, sometimes I just say stuff. En dan denk ik van. Hmm, schiet dat ik het is, met haar moet overleggen. Dus dat is iets wat ik sowieso. in um, oh. wat je in een relatie leert? Uh, ja. De dingen gewoon vaak bespreken om met elkaar te maken voordat je bepaalde handelingen verricht. Ja. Maar onze status is mooi, man. We zijn gewoon happy. Um, Weet je, we zitten op één lijn, want we, runen, we hebben een aantal gyms samen, dus we hebben een tweede sportschool ja, samen. Ja, maar geopen. dat is belangrijk, dat doen jullie ook samen. We doen het samen, weet je, we hebben dezelfde passie, dus we hebben dezelfde visie. En uh, ik denk dat dat ons verbindt. Het is altijd, denk ik, in een relatie, wil je ergens naartoe groeien, belangrijk om dezelfde visie te hebben. Ja, ja, ja. Dus we tenminste, weet je, een visie hebben. En, en, en ik denk dat, dat de dame of de vrouw waarmee je bent, zichzelf ook in die visie moet kunnen zien. En is dat een je... de mast, denk jij? Ik, het... ik zeg niet dat het een mast is. Dus maar een ik... mast dat jullie uh, uh, een passie gemeen hebben. Kijk, voor mij is het een Ik weet niet of het in general mast is, de must, must. voor mij is het een mas. Het maakt gewoon dingen veel makkelijker. Juist. En, um, en visie, ja, daar kijk je ook veel breder naar bepaalde dingen. Je krijgt ja. veel groter. Waardoor je gewoon uh, ergens naartoe samen kan werken. denk dat is het mooiste wat er is. Als dus je ja. samen ergens naartoe werkt, um, dan raak je steeds meer verworven in elkaar. Omdat je elkaar steeds beter gaat begrijpen op, op die weg daar naartoe. Ja, ja, ja. En um, dat vind ik belangrijk. Ja. Nee, ik vind het goed dat je zegt, ja, voor ja. Mij, ja, ja, je zegt, voor mij, is het belangrijk dat ja. wij een passie delen. Ja. Want ik, ik, heb me altijd afgevraagd of dat nodig is in een relatie dat je, bijvoorbeeld, je maakt muziek. Uh, mijn vrouw moet ook dol zijn op en begrijpen van het muziek maken of dat wel nodig is of misschien op andere vlakken zij voor. Het gaat hier om sport, toch? Ja. Uh, onder andere. Ja. Maar jullie bouwen ook die sportschool samen. Dus ook ja. business is bouwen belangrijk. ook school. Bouwen we samen in gaan. Alles samen. Ja. Oh, maar dat is mooi, man ja klinkt sprookjesachtig, moet ik je vertellen. Ja. Ja, ja, ja. Nee, nee I love it. Het voorlopig, voorlopig ziet het er niet zo uit. <laughs> ja. En um, we werken er gewoon keihard aan om dat ook gewoon zo te houden. Oh, maar dat is mooi, man. Dat ja. is mooi. Maar uh, ik, denk wel, ik denk wel, als ik het even terug mag brengen... Ik denk dat het wel belangrijk is in een relatie om... En dan bedoel ik het niet dat zij hetzelfde als jou moet doen... Maar ze moet de visie kunnen zien. Dus als jij een muzikant bent ja. en je vrouw ziet niks in muziek... Juist. Dan wordt het heel lastig, want muziek is iedere keer struikelblok. Maar als zij die visie ook ziet van wat je doet in muziek, dan kan ze je daarin steunen. Of, of dan kunnen jullie elkaar daarin begrijpen. En dat maakt het gewoon veel meer. Zij moet jouw visie zien. Ja en erkennen eigenlijk, want dat is wat ik wilde zeggen ja. is uh, misschien heeft zij niet dezelfde passie, sport zij niet of deelt. Ik ken een verhaal waarbij een uh, 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 Martijn van mij altijd kwam klagen van, hey, ik maak muziek, maar zij doet net of ik altijd aan het kloten en ben gewoon je. Mm -hmm. Dus zij ziet die visie niet. Mm -hmm. Ja, dan ga je boksen op een gegeven moment. Ja. maar misschien heeft zij niet veel met muziek, maar geloof ze wel in jouw droom. Ik denk dat dat nodig is. Uh. Maar dan ziet ze de visie. Dan ziet ze de visie. Maar dan als je het niet ziet, kan je er niet in geloven denk ik. ik weet... En jij dan, hebt dan ook nog het geluk, behalve dat uh, jullie uh, elkaars visie zien. Ja. Uh, delen jullie ook die passie en ja. het idee van uh, dat is jouw geluk, jouw ja. bless dan. Ja, zeker. zo klinkt zeker. het voor nu. mooi. I'm blessed, I'm happy. kijk, weet je wat uh, ik wil doen om jou nog beter te leren kennen, mm. iets beter dan mm. wil ik een paar snelle jellen op je gooien en uh, okay. een paar meer keuzevragen of twee keuzes. jij maakt de keuze, mm -hmm. moet een keuze maken, mm -hmm. hoeft geen ja, maar of argumenten is in een deze keuze. niet belangrijk. Ja. ik noem het snelle jellen kan veel vertellen mm -hmm. over een persoon. Ja. Het rijmde gewoon en klonk leuk. <laughs> uh, ja, ik gooi je een paar dingen op Let's je. Go. Liever met vrouwtje een avondje thuis kroelen en zo... of samen erop uit tussen een gezellige menigte? Waar ga je voor? Samen erop uit tussen een gezellige menigte. Ja? Samen erop uit? Mm -hmm. Geven of nemen? Geven. Ja, hè? Mm -hmm. <laughs> Uh, nadat we je net hebben horen praten, uh, dan, dan weet je het eigenlijk al... dat deze man gaat zeggen geven. Uh, geven of nemen tussen jou en vrouwtje. Geven. Boom. Ik heb de broek aan. Of happy wife, happy life. Ik heb de broek aan. Ze gaat je schieten ik denk het je <laughs> hebt de broek aan. Juist. Een <laughs> uh, vrouw zonder klasse of een vrouw zonder asser? Nog een keer? Een woman without class of a woman without a ass? En je moet kiezen. Een woman without class of a woman without ass? a woman with class wins. Ja, ja. Oké. Dit meen je? Dit meen okay. ik, ja. Ik zie je lachen. <laughs> ja. ik denk, okay. Nee, nee, nee. Dat nee, is nee. Maar ja, is important. Ja, ja, class is important. Oké. Okay. No. Hmm. Um, leven met een bloedmooie vrouw Maar die nooit fris ruikt <laughs> Of een schone vrouw Hygiënisch, alles klopt Maar ze lijkt op een van je lelijkste matties Met wie ga je leven? Degene die stinkt. <laughs> Welke mattie is dit, man, die nu in je hoofd opkomt? Je ziet de voor je dek, no Die chick die stinkt, man. Die, 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 die geur heb ik voor lief, dan. <laughs> en ik kom er dadelijk nog op terug. Eén um, jaar geen seks of één jaar niet sporten? Oh, shit. Ja, eindelijk heb ik het moeilijk gemaakt voor je. Eén jaar geen seks. Wauw, zie je wat voor rol sporten in jouw leven heeft? Mm -hmm. Ik zit even na te denken, want ik sport ook een beetje. Uh, ja, eens. Mm -hmm. Eens, ja. Mm -hmm. Want als je één jaar niet sport, dan wil niemand seks met je dat hebben daarna. Zijn. Ik heb dat zelfs een keer meegemaakt, dus vandaar dat wat? ik gewoon sport. Ik ben gewoon, laat me zeggen... Um, ik ben uh, niet altijd even sportief geweest. Ik heb, tenminste, ik was vroeger altijd sportief. Yeah. Toen heb ik een ongeluk gehad, ben ik ineens 30, 35 kilo aangekomen. Ah, dus je kent volgende in, keer. In die periode, ja. hoe vreemd het ook klinkt, mensen gaan op af op wat ze zien. Ik was vol, volgens, volgens mijn omgeving, was ik gewoon niet... Tenminste, in, het, in die tijd of in die omgeving waar ik toen leefde, was ik volgens mij niet interessant genoeg. Dus ah. als ik met iemand op date wilde, was het gewoon niet interessant genoeg. Ja. Snap je? En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat, you know what, misschien moet ik even op mezelf focussen, want ik zat ook niet lekker in mijn vel ben ik gewoon één jaar, anderhalf jaar lang gewoon alleen maar gaan trainen. Geen contact met vrouwen. Niks, just working my ass off. En mm het -hmm. was the best time of my life. En ik zou dat zo nog een keer kunnen doen. Ah, ja. ja dus vandaar dat ik denk van, ja. Oh, je zo. hebt gezien wat het is om niet te sporten. Ja. En wat daaruit komt, zeg je is van, gewoon, nee. Is finesse, man. Ik dacht, je zei, je hebt gezien wat het was om geen jaar seks te hebben. En je dacht, Chintori, kan ik... Nee, dat niet. Dus geen tintori. Die maar heb je nog niet kunnen ik, maar testen. Ik heb het wel gedaan. Nee, toen ja. dat jaar dat ik ging sporten. Ja. heb ik o, ook geen contact met vrouw gehad. Dus ook geen seks. Hey, ik heb dat ook gehad. Ja. En een beetje in een soortgelijke. met het idee van geen afleiding. Ik ga nu. I ik get heb it. gewoon echt een jaar lang gefocust. Ge gefocust. Maar dat is ook omdat ik zo gefrustreerd was met mezelf. Maar ook merkte gewoon van. bepaalde dingen um, 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 lukte gewoon niet in mijn leven. Ja. En, en dan, Hoeveel jaar is dit geleden? Uh, tien. En kijk wat er allemaal uit is gekomen. Ja. Uh, uit dat offer. Mm -hmm. Dus geen seks, maar, het maar is... ook, ook niet meer slippen qua eten en gewoon gaan. Het was sterker nog, het was niet eens bewust om geen seks te hebben. Het ging gewoon zo. Dat kwam, dat kwam, Want ja. Mijn, 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 mijn cirkel was gewoon thuis, sporten, ja. uh, ontwikkel jezelf, ga lezen, that's it. En kijk wat dat je even opgeleverd. Ja. Ik vind het dope. Ja. 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 Uh, uh, kijk wel eens terug, of ben jij niet iemand een persoon die terugkijkt naar... Uh, na, na, naar je proces, hoe dat is gegaan. Ik kijk zeker wel terug. Alleen dat ja. moet ik vaker doen. Ik kijk niet vaak genoeg terug, maar ik moet terugkijken. Waarom vind je dat je dat moet doen? En niet gewoon gaan, gaan, gaan? Want je hebt oh. nog veel wat je wil bereiken, neem ik Om, aan. Omdat je anders niet bewust bent van wat je bereikt soms. Juist. Je komt ergens, je gaat gelijk verder. Maar als je terugkijkt, denk je, wow. Kijk wat ik allemaal heb afgelegd. Ja. Dat, dat is hartstikke mooi. En dat moet je ook kunnen waarderen en kunnen vieren. En... en um, dat is wat ik meer moet doen, omdat ik alleen maar op gaan, 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 gaan ben. Dan... Ja, 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 ja. Dat is een goeie. Ja. Oké. Okay. Nee, doop man. Mm -hmm. Ik vind het interessant, dus uh, door voor jezelf te kiezen, ja. heb je heel veel teruggekregen. Ja. Maar ook heel belangrijk, ik heb het net al gezegd: offers te maken. Offers je moet maken. offers maken. Ja. 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 Offers horen bij whatever uh, jouw doel is. Precies, klopt. Ben je dan ook een hele andere Dennis? Dus niet, uh, niet fysiek, maar mentaal. Als je het vergelijkt met waar je toen was, want je zat niet lekker in je vel en shit. Ja, ik denk um, soms kunnen tegenslagen ervoor zorgen dat je jezelf in een hoekje zet. Mm -hmm. En dat je jezelf verwaarloost. En uh, ik moest mezelf gewoon weer terugvinden. Ik was altijd um, um, consistent in het sporten. Als in, als in ik, ik beoefende sport basketbal. Ja. Dus dat was echt gedisciplineerd. Een aantal dagen in de week sporten. Mm -hmm. Ik sport eigenlijk vijf dagen in de week. Eén keer in de week een wedstrijd. Uh, weet je weet, alles was daarop toegespitst. Dus ik was heel erg gedisciplineerd. En toen ja. dat wegviel. Um, ik om ik in een zwart gat terecht Juist, en dat, dat is wat, wat, wat heel lastig was toen. Dat voor mij. Ja, ja, ja. Maar het was een mooie test voor jou. Om, uh, zeker. Om te laten zien hoe jij daar mentaal mee omging. Hè? Je ja. bent daar sterker uitgekomen als ik zeker, het begrijp, Zeker, zeker. Met, met nieuwe visies en al. Juist. Oké, okay. I like it. Ik hou van dit soort verhalen. Mm -hmm. Ah, uh, Getrouwd dus. Mm -hmm. Ik zeg heel eerlijk, hè. Ik zit altijd te denken, wat triggert een man? Niet, niet omdat ik het als iets negatiefs zie. Mm -hmm. Ik zie het ook als een dedication. Dat mm -hmm. je zegt van: Yo, uh, niet alleen ga ik mijn lijf, uh, leven uh, doorbrengen met deze vrouw. Voor life, want dat is het idee toch? Ja, maar life. ik ga het ook publiekelijk maken. Ja. Ik ga er een ding van maken, een feest ja, wat nog ja. moet, komen. Ja, wat uh, moet komen. We gaan er nog ja. een heel ding van maken. Want het is, ik denk altijd: Het is meer een voor een buitenwereld ding. Dat trouwen, bruiloft en alles. Mm -hmm. Dan dat het meer een jullie ding is. Want dat kan ook zonder trouwen toch? Waarom um, heb je gekozen om te trouwen eigenlijk? Wat is ja, jouw persoonlijke keuze? Kijk, ik, um, kijk wij, wij zijn mannen. Kijk, en ik denk dat een man in deze wereld heel erg... Um, op zoek is naar wie hij is. En gaande de weg dat je uh, daar naartoe komt, die zoektocht... dan ben je heel erg aan het zoeken en experimenteren... en maak je fouten, maak je domme keuzes. En, um, maar mijn vader is altijd iemand die een voorbeeld voor mij is geweest. En dat was een man die voor zijn gezin zorgde ja. en alles uit de kast trok om ervoor te zorgen... dat zijn vrouw, zijn gezin uh, en zijn kinderen dus het goed hebben. En daarbij zag ik gewoon van dat hij zich focuste op één vrouw. En dat was de vrouw voor lijf, waar hij zoveel dingen mee heeft meegemaakt. Um, weet je, ik bedoel, van niks hebben tot alles samen hebben... van ruzies mm -hmm. tot de blijste momenten. Maar iedere keer wel ervoor zorgen dat het werkte... En en toen ik dat zag, dacht ik van, hé, hey, dat wil ik ook. Dat, dat is wat ik wil. Nee. Ik wil een, 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 een gezin of een... Een fundering? Een, een, um, ja, een, een, ja, een, een cirkel hebben okay. waar ik me gewoon iets mee kan opbouwen. En ik denk dat het daar een beetje vandaan komt. En dan, dan hoort het er gewoon bij, denk ik, dat je je gewoon commit aan één iemand. En dus trouwen is niet alleen voor de buitenwereld. Het is, het is één, het is voor jezelf, maar het is ook voor de buitenwereld. Ja, toch? Want wat zeg je dan uiteindelijk voor de buitenwereld? I'm off the market. Juist. En, 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 en dat is misschien soms lastig, maar dat, die keuze moet je maken soms. Om ervoor te zorgen dat je je focus en shit naar iets anders kan brengen. En um, ja, dat, dat is de reden eigenlijk. En als ik het heb over uh, wanneer ik naar trouwen kijk, dan uh, is het even exclusief uh, om geloven, geloven redenen en dat soort dingen. Ik bedoel, mensen die echt bewust ervoor kiezen met deze vrouw, ga ik trouwen. the world's gonna know it. Ga met de ring lopen. Soms kan het ook zijn dat je zelf dan. Tegen jezelf zeg van oké okay, I'm done met whatever ik deed of hoe ik leefde ik ga echt nu focussen op love en dit is love mm -hmm. uh, uh, ik vind het bijzonder dus ben bij geen voorstander ben geen tegenstander ik vind het gewoon bijzonder en ik hoor graag van mensen ja. waarom ben je getrouwd ja ja en hoe lang heeft het geduurd voordat jij dacht van want je omschreef dit heeft mijn vader zo iets wil ik ook ja. maar dan moet je nog die vrouw vinden waarvan je zegt oh en dit is zij ja ja wat was het dat je bij haar dacht en zij is dit wat het bij haar was, is dat um, um, ik merkte dat zij um, allereerst um, de visie zag die ik ook zag. Mm. En dat zonder dat we ooit met haar besproken te hebben, merkte ik gewoon van, we hadden allebei um, de eigenschap of de karakter-eigenschappen dat we graag iets voor mensen wilden doen. En dat vond ik hartstikke mooi. Mm -hmm. en, um, en mensen die graag iets voor een ander willen doen. Um, zijn mensen die meestal, uh, hoe moet ik het zeggen? Zichzelf, en dat bedoel ik niet op een negatieve manier, niet gelijk op de eerste plaats zetten. Dus het draait niet om mm -hmm. mij, 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 mij. Mm -hmm. Maar het draait om ons of ook om anderen. En dat vond ik heel mooi en dat zag ik eerst bij haar. Dit was de was eerste. dat het eerste wat je zag in haar? Ja, het eerste. Dus wat toen, ik zag. Het, toen, het niet, toen het oppervlakkige weg was, je weet toch? Dat ja. de fysiek en. Ja. Maar wat je in haar herkende, dat was het eerste. Dat is mooi. Ja, ja dat is wat ik herkende. En toen, en toen vervolgens raakte ik nog meer geïnteresseerd en mm. toen kwam ik meerdere dingen tegen, weet je. Dus dat was één iets. Vervolgens dat we dezelfde passie hebben om mensen te willen helpen. Ja. Weet je, dat we allebei van sport houden, um, um, dat we allebei... allebei um... Kijk, voor een man zoals mij denk ik dat het belangrijk is dat je iemand vindt die compatible is. Dus ik kan dominant zijn, mm. maar dat is heel lastig als je... Ook iemand heb die heel erg dominant is. Want dan botsen jullie. <laughs> ja. Ik wil niet zeggen dat zij niet dominant is. Want ze heeft een temperament. Ze is pittig. Alleen zij respecteert mijn, mijn hebben hou als in. Van, wanneer ik de broek aantrek soms. Ja. Zij respecteert dat. En, 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 en hoe zie ik dat ze dat respecteert? Omdat ik niet. Het is niet zo dat ik zeg van... Oké, oh, ik ben de baas. Je hebt niks te zeggen. Dat is het helemaal niet. Um, maar het is dat zij mij vertrouwt. Mij de vertrouwen geeft mm -hmm. van: hey, als jij een bepaalde keuze maakt, dan geloof ik in jou dat je erin over hebt nagedacht en dat het de beste keuze is. Mm -hmm. um, dus als dat is dat jij zegt van: hey, we gaan die kant op, dan vertrouw ik erin, dan gaan we samen. En dat vind ik mooi. Waardoor ik bijvoorbeeld bepaalde keuzes die maak steeds meer met haar overleg. En yes. Ik overleg met haar en dan uh, 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 klopt het wat ik denk. Hoe zie jij dat? En dan klopt het en dan: oké, okay, let's go. Ja, ja. Dus, dus hoe, hoe, hoe ik het nog beter kan visualiseren of een visio kan maken, is van oké, okay, we zeggen altijd: de man is de hoofd, maar zij is de nek. Zij bepaalt welke kant ik op kijk. Ah. En, en, en dat is die wisselwerking die we hebben. Er is er ruimte voor uh, uh, dat ze je kan corrigeren? Zeker. Eh? Zij is, tuurlijk, want als ik, ik de verkeerde recht... kant op kijk, ja. zorg ja. dat ik de juiste ja. kant op kijk. Zeg je net, ja, Juist. inderdaad. Ja, 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 ja. Snap je wel? Oké. Okay. Ja. Um, dus dat vertaalt heel goed. Ze kan me corrigeren, want Dennis, je kijkt je de verkeerde kant op. Nee, ja. je, je kijkt die kant op. Oh, ja, ja, gelijk. Dat is veel beter. Ja, ja, ja. Heb je dat wel gezien? Dus dat is die wisselwerking waar ik het over heb. Dit maakt het aantrekkelijk om te trouwen, wat je net hebt omschreven. Want Jij ja. wilde iets, je hebt het gezien in je vaders voorbeeld. Ja. En dan heb je de vrouw gevonden waar, waarbij je zei: van... Oh ja, maar zij kan dat invullen wat mijn wens was, mijn beeld ja. over. Ja. Want je kan, het kan ook anders gaan, hè? Het kan zeker d anders gaan. Dat jij zegt: Ik wil dit, maar dan doe je het met een verkeerde. Omdat je een, een beeld had van hoe jouw leven eruit moest zien als je vader. Die fout heb ik ook gemaakt. Oh, dat heb je ook meegemaakt. Ja, en het is niet dat ik getrouwd ben met die persoon geweest, maar dat ik dacht van. Nee, precies. Ik heb een vriendin. Ja. En ik bleef het maar proberen, proberen, proberen. Dat lukte niet. En ik ben vaak tegen de lamp gelopen. Op een gegeven moment dacht ik: ik geloof niet meer in vrouwen. Oh, wow, maar dat is heavy. Ja, ik dacht: hé, no man. Ja, Maar wat was jouw aandeel erin dan? Dat je zo ver was gekomen van: ik geloof niet meer in een relatie, een vaste relatie met vrouwen. Hoe mijn aandeel? Want nu lijkt het net of het aan die dame lag. Oh, nee. Maar ik neem aan dat jij ook, ja, precies. Um, wat was jouw floor daarin? Want ik, want jouw uh, vrouwsgeluk, jouw vrouw van nu, is dat jij bent dus gegroeid uit die relatie en nu heeft ze deze versie. Ja, klopt. Van Dennis. Ja, klopt. Dus wat was jouw floor daar? Um, um, ik denk dat als man dat het belangrijk is dat je geduld hebt. Geduld, hè? Maar ook <laughs> um, reëel bent. Mm. En als iemand het niet met jou eens is over bepaalde dingen, het doortrammen en ongeduldig zijn en alles maar proberen te verzinnen om die persoon te overtuigen van jouw standpunt. Ja. Ja, dat werkt niet. Dan ga je irriteren en dan ga je dingen proberen te zoeken aan die, aan die, persoon, aan die persoon van. Oh ja, zie je, zij is zo. Mm -hmm. Want zij ziet het niet in zoals ik en hoe ik het zie, dat klopt. En ook al klopt het, soms kan het zo zijn dat iemand het niet ziet zoals jij. Ja. En, en, en dat moet je de tijd kunnen geven, dat moet je kunnen accepteren, dat moet je kunnen respecteren. Mm -hmm. En dat deed ik niet. Dus op een gegeven moment uh, stoorde ik me zo erg aan, ja. Dan ga je niet meer met elkaar communiceren. Juist. En dan wordt het alleen Alles maar irriteert. Alles irriteert. Weet je, dat, en soms eet gewoon die kernkwadrant, ik weet niet of je dat kent. Dat, oh ja, ja, wat, ja ik ken je het. Je hebt een je 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 persoonlijk, je hebt een goed plus. Ik plus. ken het hebt, van school. Je hebt, ja, je hebt een allergie. <laughs> ja. en, en soms kan ja, ja, het ja. zo zijn dat je, doordat jij zo erg op een bepaalde mm -hmm. manier bent, dat jij ervoor zorgt dat iemand schiet in je allergie. Ja. ja dat ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. Wat ik hoor is dat jij, want jij zei net, dan moest je dingen gaan forceren. Ja. Maar jij noemde ook daarvoor, met de vrouw die je nu hebt... dat je zegt van, uh, ze begrepen. Dus het ging organisch. Het ging organisch. Je hoefde het niet... Uh, het ging organisch. En dat is, ja, dat is wat je hoopt alleen maar, man. Ja, dat, maar het, was, het leek gewoon bij mij soms toch goed om waar te zijn. Waardoor <laughs> ik ook gewoon in bepaalde dingen heel erg terughoudend was. En ja. misschien, uh, ja weet je... Um, um, mezelf in de eerste fases ja. niet open uh, um, durfde te stellen. Daar kwam ik dus achter. Ja, ja, ja. Weet je, um, durf je... Uh, Diepste geheimen aan iemand te vertellen. Mm -hmm. En dat is als man, denk ik, het moeilijkste. Durf jij aan. De Want we houden altijd, ik geloof dat wij een man houden, tot een bepaalde, een bepaalde schijn. We hebben altijd één kamertje in ons hart ergens mm -hmm. waar niemand iets vanaf weet. <laughs> niemand dit. Niemand niet. Alleen jij Z weet er vanaf. Jezelf. Vertel je misschien 80% daarvan? Juist, je <laughs> weet niemand. Ja. En op een gegeven moment klopt ze aan, de, aan die deur. Durf ja. het dan open te doen. Mm. En, 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 en dat heeft het tijd gekost. Op een gegeven moment, als je die deur open doet, dan komt ja. ook alle rottigheid van je naar buiten. Juist. En durf je die te laten zien, want je wil altijd een, een goed beeld van jezelf laten zien. En als zien. ze je dan nog trekt, en, 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 en ja. dan moeten jullie trouwen. <laughs> dan heb je gewoon iemand gevonden van je denkt, ja. die kom je niet nog een keer zomaar tegen, weet je? En oh, dan, man. Sommige mensen trouwen, anderen blijven gewoon bij elkaar, maar ik heb voor gekozen om te trouwen. Maar jij bent dus geduldiger nu dan voorheen en dat is dus... Uh... Ja, veel geduldiger. Ja, 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 ja. Ja. Ik benoem dat uh, weer omdat, zo zie je maar, je hebt alle relaties nodig om in die juiste relatie terecht te komen. Ja, relaties in, ja, klopt. Toch? Klopt, ja. ja. Ze hebben allemaal hun uh, doel gehad, ja, heeft je, geholpen. Ja, het is die journey of life, weet je, je komt bepaalde dingen mm -hmm. tegen, sommige dingen doe je goed, sommige dingen doe je fout. En soms zie je je fouten niet in en duurt het langer voordat je je fouten inziet. Um, en dan, um, ja, dan kom je op bepaalde plekken bij jezelf, in een bepaalde state of mind, moet ik te zeggen. En dan, dan kan je naar de volgende stap. Ja. Ja. is een beautiful thing. Mm. En ik zie dan uh, 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 foto's of filmpjes voorbij komen bij jou op Instagram van jou en je vrouwtje. Heel leuk inderdaad, uh, sport, heel sportief. Mm -hmm. Leuk om te zien. Mm -hmm. uh, soms zie je goals toch? Soms zie je goals van die uh, twee sportende stelletjes video's, maar dat ziet het er zo gemaakt uit. Nee, man, nou, bij nou, jullie is dat niet het geval. Nee, maar Wij gaan ook niet. Ik zo geloof nou, jullie. Ja, wij willen niet. Ja, video's, ja, ja. ja. Dit is heel. Nee. Je weet soms, die video's niet ja, bedoel, ja, toch? Of uh, zijn um, couples who train together, stay together. Stay, stay together. together. Oh. <laughs> <laughs> ja, dat bedoel ik. Yeah. Da, dat is wat ik eigenlijk nee, bedoelde. Nee, nee, uh, ik wou niet als een hatere klinken, maar zo komt het wel bij me over. Maar bij jullie ziet het er leuk uit. Uh, wat je ook ziet is, dus, jullie zijn van twee verschillende culturen. Ja, klopt. Uh, hoe ziet dat eruit in de relatie? Qua zegeningen, maar ook qua issues. Zijn die er? Laten nou, we met de zegeningen beginnen. De zegeningen die zeiden, want weet je, we, we, we hebben twee mooie. Want culturen. jij komt uit Ghana. Ja. En zij is van. Zij komt uit Marokko. Zij komt uit Marokko. Ja. Uh, en wat zijn die zegeningen? Nou, weet je, ik bedoel, uh, we hebben allebei mooie culturen. Uh, je, je leert elkaar als cultuur kennen, uh, eten. Um. <laughs> uh, ja, familiaire dingen. Het is gewoon leuk, weet je, dat je iets nieuws leert kennen. Dat, ik denk dat dat, dat, dat een mooie zegening is. Wat, wat heeft de Ghanese uh, cultuur gemeen met de uh, cultuur van uh, Marokkanen? Ik denk dat familie, bij dat ons familie ook belangrijk is. Ja. Um, dat is wat we overeen hebben. Ik denk ook um, wat mensen heel erg vergeten en wat ik altijd wil zeggen is dat um, heel veel mensen... Tenminste, heel vaak wordt gezien, Marokko is Marokko en dan heb je de rest van Afrika. Ja. Maar Marokko is ook Afrika. Begrijp je wat ik bedoel? Dus um, um, de cultuur van Marokko is ja. ook te zien in heel veel verschillende delen van Afrika. Ja. Dus dingen zoals uh, familie, hè, dat eten verbindt, mm -hmm. en dat we samen eten, um, weet je, um, dat, dat je vaak samenkomt, dat je een oudste hebt in de familie. Um, um, weet je, de respect die je voor je ouders hebt. Ja. Um, dat is gewoon... ...continentaal, zie je, terug. zie je gewoon terug. Ja, ja. Um, dat is het meer, weet je. Dat dus is echt... dus je, bent echt, je bent niet tegen veel aangelopen, zeg maar? Ja, je loopt sowieso altijd tegen dingen aan, weet je. Ja. Ik bedoel, um, en dat heb je ook in ons cultuur. In continentaal, ik bedoel, als... Nee, uh, maar specifiek gericht op het feit dat zij Marokkaanse is en jij Ghanese. Ja, dat is wat ik bedoel. Dus als, als, als culturen elkaar niet kennen, ja. dan kan het botsen. Um, want mensen kennen het niet. Mm -hmm. ik bedoel, wat mensen meestal niet kennen, vrezen ze in de eerste instantie. Yeah. En um, dat is niet alleen van de Marokkaanse cultuur en het Ghanese cultuur. Wow. Maar het kan in alle andere culturen zijn. Ik denk ook als ik bijvoorbeeld um, bij wijze van met iemand uit China zou trouwen. Uh -huh. en ze, ze hebben nooit gehoord van een West-Afrikaan of ze kennen het niet, yeah. een Ghanese. En, en ja, weet je, ze hebben altijd het beeld gehad van hé, hey, misschien. Dit is wat we voor ogen hadden. En dan komt totaal iemand anders. Dat je altijd wel aan het begin hebt. Hé, hey, weerstand. En, en dan kom ik. We hebben er net ook over gesproken. Maar dat is misschien niet op camera geweest. Maar dat we zeiden van hé, hey, verandering brengt altijd weerstand. Ja. Want mensen kennen het niet. Mm -hmm. Maar uiteindelijk gaat het erom. Zijn mensen, staan mensen er open voor om te leren kennen wat de andere kant is. Yeah. En ik heb het geluk dat ik dat wel heb gehad. Met, de, met mijn schoonfamilie. Dat ze er open voor stonden. Ze stonden er voor open okay. om te zien Vanaf van, het begin? Hey, um, toen ze me nog niet aan. Ja, ja, nee. Ja, nee. Eerst was okay. het van. Wie is dat? Juist. En waarom heb je dat waarom... gemaakt? Ja, want. Weet je? En, want en, en, het is niet en... een hele gekke gedachte. Nee. Om te denken van. Wacht, laat me het bij jou houden. Mm. Het is niet heel een hele gekke vraag om, om te stellen, denk ik. Of misschien wel. Ja. Dan moet je me dat laten weten. Oké. Okay. Waarom ga je niet met de Ghanese vrouw? Uh, of van haar, waarom ga je niet je... met een Marokkaanse man? Dat is wat, dus dat heb je ook vaak in onze cultuur zovereen. Je trouwt met wat je kent. Ja. Je gaat met, met wat je kent. Ja. En jouw cultuur is wat je kent. Dus heel natuurlijk ga je zeggen: van, ga met de Ghanese of ga met de Marokkaan, ja. of ga met de Surinaam, of ga met de. Want dat is wat je kent. Ja. En wat we niet kennen, dat weten we niet. Dus dat kan gevaarlijk zijn, dus dat vrezen we. Ja, dus... Maar als je iemand leert kennen van een andere cultuur en je ziet iemands persoonlijkheid, dan, dan kan het. Dan ga je ervan afwijken. En dat is wat er gebeurd is. Okay. En uh, waarom ben ik niet met de gaan Ja, het is gewoon zo gegaan omdat ik haar heb leren kennen. Dit is die vrouw, inderdaad. Nee, ik ja. ken het antwoord natuurlijk. Ja. Ja. Maar uh, uh, er zijn mensen die die vraag stellen, natuurlijk. Zeker. En dat zal bij haar zijn en dat zal bij jou zijn. En er zijn ook mensen die er tegen zijn. Weet je. Ik, ja. doe, ik, we hebben, ik heb genoeg uh, berichten gekregen van uh, mensen van, denk ik, Marokkaans afkomst, die het gewoon keihard boycotten. Ja. Wat doe je met zo'n neger? Uh, uh, mensen die, die jullie niet eens kennen. Die ons niet kennen. Ik krijg gewoon berichten van... Krijg zij naar DM? Ik Kijk, krijg gewoon DM. En dat is wat ik me afvroeg. En dit is dus inderdaad... Ja, en die uh, krijg je. En dat zijn yeah. mensen. En dat zie ik altijd. Mensen die onwetend zijn. Die ja. weten niet beter. Of uh. die zien mij als een bedreiging. Van, hé, hey, er komt onze Marokkaanse vrouw pak. Die negers. Je weet hoe ze zijn. Ja. En um, um, ja, dat, daar ben ik gewoon eerlijk over. Weet je. Mensen zijn gewoon zo. En, en, Natuurlijk, daar ja. wil ik ook graag eerlijk over ja. zijn. Want er zijn ook andere mensen die uh, in een... Uh, uh, hoe noem je dat? Want er zijn een paar titels waar ik niet tegen kan. Uh, gemengde. Uh... Ja, mixed, mixed, mixed relationships. Mixed relationship. Ja. Ik, ik zit er zo mee te struggelen, omdat uh, ik haat sommige titels. Ja. Uh, maar uh, mixed relations zouden ja. we noemen. Uh, uh, die dit misschien herkennen. Ja. Uh, en die weten van, oh ja, daar loop je tegen aan. En dat is juist het moment dat liefde zich kan bewijzen. Ja. Klopt. Huh? Klopt. Want daar zijn jullie mee bezig. Ja, maar liefde kan zich bewijzen, maar. Liefde op zichzelf. Uh -huh. um, is niet. Laat me zeggen, hoe, hoe, hoe moet ik dit voorstellen? Kijk, je, je zegt het mooi, weet je. Dat is het moment dat liefde zich kan bewijzen. Maar liefde kan zich alleen bewijzen als mensen zich willen ontwikkelen in de liefde. Uh -huh. Want je gaat zoveel tegenslag krijgen. Je moet je leren ontwikkelen in de liefde. En dat is. wat denk ik het belangrijkste is. Uh -huh. En wat bedoel ik nou met leren ontwikkelen in, in, in de liefde? Is dat. Um, wij groeien op in een maatschappij waarin we denken dat liefde voor zichzelf spreekt en liefde een gevoel is en liefde gaat vanzelf. Dus wat jij zegt is liefde alleen is niet genoeg. Het is niet genoeg. Want liefde gaat niet vanzelf. Juist. Liefde is iets wat je, waarin je uh, als individu uh, jezelf in moet ontwikkelen. Mm -hmm. Je moet liefde leren. Want wat ja. is liefde nou weet je? Liefde, oké, okay, het gevoel wat je hebt klopt. Want het gevoel ah. blijkt niet altijd. Dus als je gevoel... Ik ben niet van als mensen altijd, ja, je moet je laat, laten leiden door je gevoel. Ik ben niet zo, ik laat me niet leiden door mijn gevoel. Mm. Want mijn gevoel is vandaag zo, en dan morgen <laughs> zo, en morgen zo. Ja, ja, en dat ja. weet ik als mens. Uh, mijn gevoel, uh, ja. dat, is, dat is iets wat een bepaald gedachtgang kan versterken. Dus mm. ik, ik probeer het rationeel te bekijken. Oké, okay, liefde okay. is ook mijn gevoel, maar dat zijn ook mijn handelingen die ik verricht. Mm. En hoe ontwikkel ik me daarin? Mm. Uh, want soms ga je voelen dat je niet van een persoon houdt. Dat kan. Ja. Maar je of of, bent nog of steeds niet met... even leuk vindt. Of niet even leuk vindt, dat kan. Weet je, Soms voel je dat niet. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet van die persoon houdt. Nee, klopt. Ja. Dus als je rationeel blijft, dan kan je. Het is een balans wat ik je Ik al vreden. met jezelf praten en zegt ze: ik kan er niet uitstaan van, maar wacht even. Weet je, waarom <laughs> heb ik die keuze gemaakt? Ja, ja, ja. Weet je, oh ja, maar wat is de reden waarom zij zo reageert? Dat is ook liefde, hè? kunnen inbeelden in de ander. Waarom reageert Geen ze? Dat is belangrijk. Ja. ja. Waarom zegt ze wat ze zegt? Waarom gedraagt ze zich zo? Ja. Oké, okay, misschien is ze nu op dit moment emotioneel en is dit nu niet het moment. Om over hetgeen te praten waar je over wil praten. Yes. Geef haar die ruimte. Ja. Of hoor haar gewoon aan. Ja. Erken haar gevoel. Mm -hmm. En stap eruit. Mm -hmm. En soms is dat niet makkelijk. Want dan moet je op je lip bijten. En dan denk je van nee, soms wil je ook. En dat gebeurt ook wel eens. Mm -hmm. Ik zie je human. Maar dat is dus die, het proces van ontwikkeling waar ik het over heb. Ja, ja. Ah, dope. Uh, het klinkt dus dat uh, uh, de, de, de issues die er waren, omdat jullie een mixkoppel zijn... Ik ga, hem, ik ga hem daarop houden. Ja. Omdat jullie een mixkoppel zijn, ja. vooral bij buitenstanders waren. Ja. Maar niet bij jullie, nooit nee, niet. Nooit bij ons. Niet dat jij dacht van, oh wat apart hoe jullie dat doen. Of dat zij dacht, oh wat apart dat jullie dat nee, zo doen. Nooit. Zie je dat? Ja. En het zijn mooie is, die, die buitenstanders, they don't matter. Dat is als het op jullie liefde aankomt. Ja, klopt. Uh, alhoewel... Uh, bij sommige culturen en ook de Marokkaanse, denk ik, uh, die hechten wel veel waarde aan wat uh, hun mensen nee, vinden. Dat is niet alleen bij Marokkanen. Dat is ook bij Ghanesen, bij Afrikanen over het algemeen. Of ze nou Marokkanen zijn, Algerijnen. Bij ja. ons is altijd zo: Shoot, wij doen iets anders. Wat gaat, wat gaat de gemeenschap, wat gaat de gemeenschap denken? Dat vind zijn. ik zo'n rare druk. Ik altijd persoonlijk. Ja. Ik kijk naar ik denk. Maar, ik, mandag, dadelijk ga ik me, dat wat gebeurt ook. Ja. Ga ik mijn leven leiden voor anderen. Maar dat doen heel ga veel. ik mijn keuze maken. Voor anderen. Maar dat doen we heel veel. Maar daarom ook, weet je, um, um, ons, mijn relatie. Kijk, dit is nu, weet je, we praten het nu over. Um, ik, ik, bepa ik bepaal of ik kies wat ik daarvoor naar buiten laat of niet. Dat doen we, sorry, wij kiezen ervoor. Ja. Wat we daarvoor over de buiten laten of niet. Omdat je krijgt heel snel de neiging. Het is maar, die lijn is dun om dingen te doen voor anderen, mm -hmm. zodat ze ons zo zien, mm -hmm. zodat ze. Uh, 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 ...zodat wij dit voor een oog kunnen doen. Daar nou, ben ik ver vanaf. Zo. Ik kan me daar niets bij voorstellen, maar wat? ik zie dat gebeuren bij sommigen. Ik denk, ah, dat is ja, maar dat sad. Is, maar dat is wat social media doet met mensen. Ja. Weet je, dat je ja. heel gauw de neiging krijgt... Nou, je hebt het nu het over social media. Goeie. Over, het algemeen, over het algemeen. Even voor social media, ja, een gemeenschap, gemeenschap. Maar nu heb je een social media erbij. En dat maakt het nog erger. Dus dat is, um... Waardoor jullie berichten vangen, vangen, uh, ontvangen van mensen die niet toedoen. Hé, hey, uh, waarom ga je met een... Waarom ja, ga je? ja, ja. <laughs> Kan je je ja. voorstellen dat je je tijd neemt om te gaan bemoeien in andermans leven die je niet kent? Kan je dat ja. voorstellen? Heel ja, bijzonder. Het, het zegt alleen iets over die mensen zelf. Zelf, ja. 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 Oké. Okay. Ja. Nee, mooi om te horen dat je weet, van dat zijn buitenstand. Maar we hebben ons. We hebben ons ding. Dus ik ben gevallen op haar, zij ja. is gevallen op mij ja. als persoon. Ja, en um, wat het mooie is daarvan is dat we ook weten, gewoon van weet je, hey, um, als je mensen aan, aan vasthoudt dat ze dingen perfect moeten doen, mm -hmm. dan wordt het heel lastig. Ja. En onbewust had ik dat vroeger. Ja, nee, je kan niet zo zijn. En want uh, jij moet het ook begrijpen. En dat je een bepaalde standaard opdruk op mensen... van, hé, hey, jij moet zo zijn, want ik denk zo. Ja, ja, ja. En dat, dat leren loslaten en gewoon de persoon zien... Ja. Dat, dat maakt het gewoon veel mooier. Oh, want jij zei iets over jouw vrouw... wat ik mooi vind. Want ik, ik ga die nog een keer tevoorschijn halen... Want je hebt de broek aan, zeg je, mm -hmm. maar ze laat je ook een beetje uh, de broek aan hebben. Er zin van ze volgt jou, ze, ze gelooft jou, ze respecteert ja. je, ze gelooft je lijn. Er is ruimte voor correctie. Ja, dus wat ik, die voorbeeld die ik daarbij aangaf, is dat: kijk, ik wil het hoofd zijn, maar zij is de nek. Is de nek ja, ja. Dus uh, als ik ergens moet spreken, zorg ze ervoor dat ik in de juiste richting spreek. Als ik ergens uh, naar iets moet kijken, zorg ze dat ik in de juiste richting kijk. Als ik iets moet horen, zorg dat ik in de juiste richting luister. Ik vind het mooi om jou dat zo te horen te beschrijven. Want ja. dat is waarom het... Dat viel mij op. Omdat ik weet hoe ik ben. Mijn uh, karakter is van, hé, hey, luister. Um, ik ga dit leiden. Mm -hmm. Overal. Laat mm -hmm. staan in een relatie. Mm -hmm. Ik ga dit leiden. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd wil ik ook niet een vrouw waar ik overheen kan lopen. Dat en dat je? is... De, maar ik wil het wel leiden. Maar ik ja. ben ook benieuwd naar... Ik wil ook hulp. Ja, en die ik, balans vinden is moeilijk. Maar daarom is het ook van, um, voordat je daarin Maar nu op, ga op, ik denk, zeggen, ja. luister chick, ik ben het hoofd, jij bent mijn nek. Nu ja, weet ik hoe ik het ja, moet formuleren, ja, dus goed, goed. dankjewel Bimak. <laughs> ja, want dit, dit proces, kindje, ik, hoe ik daar ben gekomen is dat mm -hmm. ik mezelf ben gaan leren kennen. Wie ben ik nou echt? En toen ik dat voor ogen had, wist ik van oké, okay, weet je, I know who I am now. Ja. En ik weet wat mijn pluspunten zijn. Ik weet wat mijn minpunten zijn. Ik weet waar ik tekort in schiet. Mm -hmm. En ik durf daar open en in over te praten tegen haar. Dat laatste kastje, het geheime deurtje waar niemand op... over had. je ja. het over had, Is open gegaan. Mm. Weet je? Met alle fouten en gevolgen van die. Ja. Ja, ja, ja. Ja. So she gotta be your best friend, of niet? She gotta be your... Well... Nee, maar in jouw geval. Ja, yeah, wat got... heel ja. Wat jij hier omschrijft, dit is jouw beste vriend? Well, ja, yeah, ja, yeah, she's my best friend, but... Nah, Soms weten mannen het niet eens, hè? Kijk, weet je wat is? Ik Best friend... Um, she's my best wife. is mijn best wife. Want ook naast dat moet je ook gewoon je, best, je beste mattie hebben, weet ja, je wel? Ja, ja, ja. En ja, ja. um, um, daar ook in de balans... Nee, maar vinden. weet je wat de grote grap is? Ja. Yeah. Wat jij misschien niet weet, wat sowieso het geval is... Zeker als ik naar jouw verhaal mm. heb geluisterd. Jij deelt dingen met haar... Yeah. Die jij niet deelt met anderen. Ja, klopt. Jij laat... Uh, een kant van jou zien, mm -hmm. gevoelig of sterk of onzeker, mm -hmm. die je nooit bij anderen laat zien. Ja. Dus misschien, als je het niet best friend wil noemen... Soulmate, ja. So, is, is het soulmate? Soulmate. Het is een soulmate. Ja, dat vind ik een betere bewoording. Oké. Okay. Ja. Zeg je soulmate. Ja. Want jij laat dingen zien, ja. <laughs> die jij nooit aan anderen zou laten zien. Nee. Zeker, dat lukt ook niet mannen onder elkaar. Maakt niet uit hoe tijd en hoe jullie ja. zijn. Maakt niet uit hoe open jullie met elkaar zijn. Sommige dingen, dat is gewoon een mannen-ding, die ga je niet. Mm. Maar bij je vrouw wel. Alhoewel, ik moet ook zeggen dat ik uh, bepaalde vriendschappen heb waarin ik wel op een level kan komen dat ik ook me kwetsbaar kan opstellen. Mooi, 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 mooi. Nou, ik vind mooi dat daar geen jugo-jugo zit. We zeggen jugo-jugo in Nederland, Nederlands, dat daar mm. geen gedoe zit. Mm. Uh, wat betreft uh, de mix tussen jullie. Mm. Bij, wow. Buitenstanders... Niet belangrijk. niet belangrijk. Totaal niet belangrijk. Nee, nee. Hé, hey, maar dan, de, de manier hoe je het hier omschrijft. Ik, jullie komen wel over, misschien weer je dat niet, maar jullie komen over als goals, hè? Dat yeah. moet je dan hebben gehoord, neem ik aan. Om je heen van: hey, hé, jullie zijn echt goals, man. Ja, niet zo misschien, maar niet die woorden, maar ja, dat mensen mis, jullie als yes, inspiratie zien. Ja, yes, misschien wel, maar ik wil, ik wil het niet zo zien, want ik wil ons niet <laughs> op een bepaalde platform zetten. Nee, nee, het is lastig om dat ja, te horen over jezelf. Want dan, dan zet je ook een bepaalde druk op jezelf. Klopt, ja. Nu ja, moet het perfect zijn en ja, dan wordt het. En dan is er ruimte voor uh, fakeness, zeg maar, Juist, naar de buitenwereld exact. toe. Exact. Yeah, yeah. I don't want that. Nee. I don't want that, man. Ik doe heel veel mensen. Uh, misschien. Weet je, dan, dan heb je van die koppels die dat. Hadden en dan waren ze zo perfect, en dan er gebeurt er iets. Yes. En dan worden ze gelijk zo hard afgeschreven. Mm -hmm. en dan denk je van: no man, I don't want, dat is ook niet eerlijk. Nee. Er zijn een paar voorbeelden, uh, maar het zijn vooral Amerikaans voorbeelden. Bij van die uh, couple vloggers met miljoenen volgers. Ja. En dan gaan ze niet uit elkaar, omdat het is bad voor de business. En dan blijven ze in, de, en, dan, en dan eentje daarvan wil zelfmoord plegen, omdat je leven klopt gewoon niet meer. Ja. Het is gewoon fake en dat soort dingen. Die dingen gebeuren. Maar omdat je op een gegeven moment bent gaan leven voor dat, je leeft voor anderen. En dat. Die lijn is heel dun. Tof? Als jij een kapper wilt zijn die, die mensen wilt inspireren. dat is daarom ben ik niet daarvan. Kappers die <laughs> anderen willen inspireren. Want dan wil je koppels zijn om anderen te inspireren. Yes. En op een gegeven moment... Het is zo makkelijk om daarin door te slaan. Yes. Dat je het alleen voor anderen doet. Ja, en ja, ja. op een gegeven moment... En voor waar lood je, lood je, je jullie? Ja, voor waar lood je ja, jullie? Dat is ze niet waard. Ergens ben je niet getrouwd geweest, ja. neem ik aan. Mm -hmm dus Ik weet niet wat voor type man je bent, die verschillende vrouwen daten en dat soort dingen. Kijk, um, ik, ik was wel op zoek. Tenminste, yeah. En, en, en ik, ik dacht dat ik op zoek was naar uh, iemand, maar ik was op zoek naar mezelf. En um, wat, ik, um, wat ik denk dat jongens vaak hebben is dat je identiteit vinden. Als je identiteit. Ik bedoel, en daar heb ik het over van middelbare school naar college time, dus bio ja, en, en dergelijke. Ben je als jong heel erg in ontwikkeling en um, ik uh, wilde ook aanzien hebben. Dus vroeg was het, ja, toch? vroeger, was het, um, was het zo dat um, tenminste, wat heel vaak voor, voor mannen cool is. Van, hey, als mensen jou cool vinden, als mensen jou leuk vinden, dan ben jij het. Ja ja ja. En, en je ja. zegt jongens, dus je ziet je bent dan nog niet ontwikkeld en. Ja. Maar dat is ook wat, wat wat je in de maatschappij ziet, weet je? in haar bepaalde dingen, denk je, yo, die artiest of, uh, yo, weet je, je moet je zo dragen of je moet zo zijn, want dan heb je aanzien. Mm -hmm. En um, ja, vroeger was het heel erg lastig voor mij, want ik groeide op in een omgeving waarin, um, en dan heb ik het over uh, 16, 17, 18, groeide ik op in een omgeving waarin, en dan, daar moet ik, dan ben ik ook eerlijk in, dat, hé, hey, Afrikaans zijn was niet cool. Maar als je opgroeit in, in, in een omgeving waarin Afrikanen in een minderheid zijn... waarin over het algemeen veel Surinamers, veel Antianen zijn... en dat de cultuur van hen en de muziek wordt embraced... en dat is wat toen in was. En de stijl en de en, 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 en taal en alles. De taal, ja. En, juist, en jij zit daar niet in. Ja. werd je vaak afgewezen. Maar jij, jij, jij wilde daar ook bij horen. En, en, en jij vond die dames misschien ook leuk. Die bij, een beetje in dat cultuur hoorden. Alleen was de vraag van je, wat is je afkomst? Ik ben uh, Ghanese, Afrikaan. Yeah. Dat is het dat is milieu waar ik in opgroeide eerst. Dus daarin vond ik het heel lastig om mezelf te vinden. Omdat ik, uh, met alle respect, weet je... door veel Antianen werd afgewezen... door veel Surinamers werd afgewezen... op basis van Ghanese zijn of Afrikaans zijn. En dat is de onwetendheid waarin mij vroeger in leefden. Maar weet je, dat is wat ik zag... Dus dan was het al, ik vond het al eng om te zeggen dat ik Afrikaans was vroeger. Vooral als ik een dame zag die ik leuk vond. Luister, mee, man, hoe oud ben jij? Ik ben nu 32. 32, oké, okay. ja. ik ben dan iets ouder. Ja. Waarom? Ik weet precies waar jij het over hebt. En ik had het laatst, <laughs> nou niet laatst, uh, laat me het zo zeggen. Ja. Want nu zijn jullie populair. Je hebt Frenna als voorbeeld, ja, vooral door de ja. muziek. Uh, ja. Assonto wat poppen is ja, wereldwijd. afro tunes afro dus, like afro music dus ik denk, is gewoon ik, ik, die ik denk kanteling dat, is geweest. Ik, die kanteling, ik denk is ongeveer nu zeven jaar zo. Ja. Die kanteling. Ja. Ongeveer zeven jaar. En vooral door muziek Asonto en al de... Ja, dat te lange tien jaar Dat was door de UK. Waarom ja. ik dat zeg, ik weet 100% waar je het over hebt. Ja. Alleen het voorbeeld alleen van: hé, hey, Shaka Shaka Zulu, terwijl Shaka Zulu. Is een compliment. Mm -hmm. Als je iemand Shaka Zulu noemt. Ja, klopt. Maar het gebruik als dis. Ja. Alleen door ontwetenheid. Ja, klopt. En klopt, Antillanen, Surinamers en alle donkere mensen hebben zich daar schuldig gemaakt. Mm. Afrikanen zelf hebben zich daar aan gemaakt door, wat jij zegt, zich terug te trekken. En ze van, oh shit, maar dat komt door die omgeving. Ja, want je, kijk, als jij in een minderheid bent, dan is het ja. heel lastig om daarop tegen te treden. Vooral als je een jonge jongen bent en je bent zelf nog in ontwikkeling. Je zoekt je identiteit. Ja. En waarin kan je die vinden? Het makkelijkste waar je die kon vinden was mensen die een beetje op jou leken. Juist. Het was niet in de Nederlandse mensen, want die lijken niet op mij. Nee. Maar het was meer in de Surinaamse en de Antillanen. Alleen, we hebben niet dezelfde cultuur. Maar wanneer je de binding daarmee probeerde te vinden, werd je afgewezen toen niet, die tijd. Ja, klopt, klopt, klopt. Klop. Dus het was heel lastig. verhalen, ja. Ja, dus het was dus heel lastig om, om als Afrikaan daar iets teweeg in te brengen. Want één, ik, ik, ik ben Ghana geboren, dus uh, ik kom op latere leeftijd kwam ik naar Nederland... Mm -hmm. Twee, je komt in een milieu terecht waarin er niet veel van jou zijn. Mm -hmm. Drie, je wordt helemaal niet gezien als iets tofs of iets cools. Juist. Maar thuis vond je wel geneesmuziek, muziek leuk. Thuis vond je het wel allemaal leuk. Alleen ja, je kan niet altijd binnen blijven. <laughs> Op een gegeven moment, als ik eerlijk ben, ging ik wel... Want mijn vader heeft me altijd de geschiedenis goed, goed meegegeven. Mijn moeder ook. Mm -hmm. ging de discussie aan. Ik zeg, ja, maar luister, jij bent ook gewoon een Afrikaan. Ja. Nee, ik ben een nee. Afrikaan, ik kom hier... Ik zeg, maar waar kom je oorspronkelijk vandaan dan? Ja, ja. Weet je hoe jij daar terecht bent gekomen, waar je terecht bent gekomen? Juist. Weet, je, weet je hoe dat allemaal is gegaan? Mm -hmm. Maar wat ik toen ook de tijd merk, mensen waren er gewoon niet klaar voor om, om, om dat te weten. Nee. Dat is nu later met de golf dat gekomen. Is later gekomen. Maar voorheen waren ze niet klaar voor, hadden ze oogkleppen op en wilden ze dat niet inzien. Maar omdat uh, wij allemaal zijn geprogrammeerd ja. om zo te denken, begrijp ja. je? Is geen excuus natuurlijk. Nee, is geen excuus. Uh, because het is silly als je terugkijkt. Ja. Uh, sterker nog, ik kom best wel dom over. En daarom is het goed om geïnformeerd te zijn. Ja. Nu, want even, we moeten teruggaan. Vandaag de dag zijn Ghanese poppin, by the way. Ghanese, ik denk de hele Afrikaanse cultuur. De ja, hele Afrikaanse cultuur. Weet je, dus maar, het is uh, het heel continent. Dus je ziet het in fashion, in muziek. Ja. Uh, uh, Virgil Ablo, is ja, 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 ja. Kijk, een beetje zijn, zijn stijl, zijn visie. Virgil van. was hier. Ja, yeah, you know? <laughs> hij heeft zijn stempel. Uh, ja, dus, stem. dus ik, ik bedoel, het is, het, is heel erg, uh, het is heel erg opkomend en het is heel erg interessant op het moment. Um, wat ook voor mij een hele switch was. Want dat, dat wil ervan. ik je vragen, hoe kijk je daar nu tegenaan dan als je denkt aan ik, vroeger? Vond, ik vond het vaag. Ik zeg eerlijk, ik vind, ik, toen dat begon, dat was ook in een periode waarvan ik op een gegeven moment... Weet je, uh, in mezelf investeerde heel erg veel begon te trainen. gevallen, gespierd werd, hoe het mensen ook mm -hmm. konden noemen. En ik zag die verandering ook gebeuren dat we ineens interessant waren. Mm -hmm. Ja, ik vond het lastig. Ik zeg, oh, waarom ben ik nou ineens interessant? Oh, je vond het lastig. Ja? Een beetje, je keek een beetje boos naar. Ja, want ik weet dezelfde mensen die mij shit vonden, die vinden jou nu de shit. Nu ben je de shit. En ik dacht van yo, 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 no man. Nee, nee. Zo moet dat niet zijn. Weet je, want je weet niet wat voor invloed het had op mij toen jij mij niet. Dus je Precies, ja, sterk van... Toen en jij hebt niet... het over Surinamers en Antianen specifiek, ik weet het. Ik Surinamers en Antianen specifiek en ik wil geen namen noemen, maar ik <laughs> weet nog exact. Nee, Zo'n print hebben ze bij me achtergelaten. Dat je kent die mensen, jij kan gewoon namen noemen. Ben je op school en uh, in je omgeving. <laughs> ja. Ik weet nog steeds. Ik weet nog steeds. Ja, ja, ja. Weet je, en dan denk ik gewoon uh, niks tegen ze vet hoor, daar niet nee, van. Nee, nee, nee. Maar om alleen maar een beeld te schetsen van, kijk, dat dat wel. Een impact op een jonge jongen zoals mij. Als Tuurlijk, dat blijkt ik, dan. I get it. Weet je, wat is love? En hoe, in, in wie moet ik dat zien? En wie ben ik? En, en, um... Zagen Surinaamse meisjes jou niet staan? Zagen uh, Antiaanse meiden jou niet staan? Antiaanse meisjes zagen mij niet staan. Al oh, helemaal niet. <laughs> helemaal niet. En jij zag een paar van ze staan, maar... Uh... Maar daarna niet meer. Oh, jij ja, ja. toen het me duidelijk werd dat, dat ik afgekeurd was op, op, op wie ik was. Op, ja. En ik heb het niet over allemaal, natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. We We zijn niet, jou, ja. Dit is jouw ervaring. Ja, is ervaring. Dit is jouw trauma, by the way. Ja, ik, zelfs, dit zelfs, is jouw trauma. Als ja, ik het zo zeg, wel ja. ja. Het heeft me wel echt een. Het choqueerde me. Ik moest me wel eroverheen Ja. Want je en, kan er ook een, een, een haat aan overhouden dat je afkeer hebt tegen Antillanen en Surinamers. Wat ik helemaal niet heb. Nee, 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 dat nee. is duidelijk. Maar dat Weet kan gewoon je, Ondanks zou ik... in die situatie dat ik dat had. Ja, zou je dat gewoon. Als mijn vriendenkring. Ja. had ik zo, nog steeds Surinamers en Hattianen waar ik mee ja. opgekeken. Ja, ja, ja. Het is alleen dat ik merkte in het opgroeien. dat ja, er was een bepaalde hiërarchie of wat dan ook. Juist. Ja, ja, ja. Ik heb dit, uh, dit verhaal hoor je ook in Amerika: uh, dat Hattianen dat heb, hadden. die opgroeiden in Amerika. en dat ze maar zeiden van. ja, nee, ik ben Jamaicaans. Ja, heet ja, klopt. Dat ze zeiden, nee, ik ben Jamaicaans om maar niet uh, zo te voelen. Dat ze gewoon gingen liegen wat ze waren. Ja. Want het was niet cool, maar Jamaicanen waren wel cool, want je had Bob Mali, je had dancehall. Ja. Ze hadden zich al bewezen. Ja. In, en ik heb het hier over de black community, hè? Ja, klopt. Ik heb het niet over witmangs die. Nee, ja, dit klopt, zijn de black mensen die zichzelf ja. dit, dit aandoen. Ja. Uh, 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 je laat me denken aan dat voorbeeld. En ik ja. weet dat dit er is, Dit is geen nieuws voor mij wat hier. Ik ken dit, want ik, ik zei het al, vroeger was dat een dis. dat is absoluut geen dis, man. Weet je, dus dat, 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 dat meer weet je wel. Dus dat heeft me ook weer, um, on, ja, heb ik ook in mijn ontwikkeling meegenomen. En ik heb ook geleerd van, weet je, dat je mensen um, soms moet, de persoon los moet zien van soms haar denkwijze of van soms haar acties of zijn acties. Omdat ik heb geleerd, als mensen beter we weten, dan zullen ze ook beter doen. Mm -hmm. Als ze niet beter weten, kunnen ze nooit beter doen. Ja, ja. Dus dat heb ik op een gegeven moment voor mezelf gelet. Oké, okay, als mensen zo zeggen, all good. Oh, I'm yeah. not gonna take it personal, you know? Oh, ja, ja. Jij weet gewoon niet beter. Ja. gaan gonna take a break. Let's do that. Oké. Okay. Ik, ben, ik ben 40 hè? Juist, ik ben 40. Dus ik ben wat ouder. Ja, yeah, man, dat is unbelievable. Je zei, ik ben wat ouder dacht Maar laat me wat ik zeg. het mij hebben we dezelfde leeftijd. over tien jaar. Ja. Yeah. Tien jaar, uh, andere generatie. Ja. Yeah. Loveline Love Line, met vandaag dus mannen die praten over de liefde. Uh, liefde voor uh, je partner, keuze voor je partner. Maar ook liefde voor, voor je mensen. Daar zijn we toch een beetje naartoe gegaan. Is a beautiful thing. Ik wilde jou wat vragen. Want hot topic vandaag de dag. Mm -hmm. En ik dacht, laten we het behandelen nu hier twee mannen aan tafel zitten. En ik zal je uitleggen waarom. Mm. Hot topic vandaag de dag. is dus uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. En dat heeft alles te maken met. Uh, wat bij Voice of Holland is gebeurd. of wat niet is gebeurd. Uh, moet nog bewezen worden. Ik zeg niet dat ik het niet geloof. Zeker nog, ik geloof het. Maar. Uh, als we even praten met feiten. het moet nog bewezen worden allemaal. Uh, maar whatever. Eh. Uh, Waarom wil ik dat aanhalen? En waarom zeg ik, wij zitten hier als mannen? Omdat ik zeg je eerlijk. Ja. Ik zie sommige dingen op televisie. Ik hoor voorbeelden. Uh, waardoor ik ook naar mezelf moet kijken hoe ik vroeger heb gehandeld. Ja. En dan kijk ik soms en dan denk ik, hey, mannen zijn echt creeps, man. Ja, <laughs> mannen zijn ja. echt creeps. Ja, ja. En dat ik me bijna schuldig ga voelen als... Ja. Mannen zijn er van, hey, yo, we zijn echt creeps, man. Ik doe dan misschien niet wat zij doen. Maar gewoon als mannen, gewoon, als je die verhalen hoort. Schrik, schrik je ervan, is eigenlijk mijn vraag, als je hoort. Ja, ja, ja ik, ik, ik schrok er wel van. Ik dacht, de shit is fucked up. Maar aan de andere kant, weet je, um, is het iets wat er altijd is geweest. Alleen Precies. nu komt het heel erg aan het licht. Um, dus wat ik, wat ik daarvan vind, is dat het, is heel, het maakt het heel lastig. Kijk, um, in eerste instantie, het is het echt lastig voor alle slachtoffers. En voor alle, alle, voornamelijk de vrouwen die, die in die situatie hebben gezeten en nu nog daarmee te dealen hebben mentaal. Of nu, juist, juist. nu het zo baam. Ja, weet je. Nu de bom is um, ontploft. Het is echt alleen lastig, want um, er wordt nu ook heel erg gezegd van. Um, leer mannen grenzen niet te overschrijden. Of laat maar zeggen, mannen moeten leren om niet over de grens te gaan. Juist, juist. Uh, en waar ik heel erg mee eens ben, want ik ben blij dat ik heb geleerd van. Doordat ik een voorbeeld heb als mijn vader, ja. hoe hij mijn moeder behandelde, dat ik wist van, oké, okay, weet je, zo. So, en ik heb, weet je, uh, uh, zusjes gehad. En ik wil niet zeggen dat ik daar altijd goed in ben geweest, hoor daar niet van. Maar ik heb wel het juiste dus, voorbeeld gezien juist. dat ik weet, dit is goed, dit is fout. Waar je naar moet streven. Waar je naar moet streven, dit ja. is goed, dit is fout. Um, maar we leven in een maatschappij waarin dat niet geleerd wordt. Heel simpel. Er wordt niet aan een jongen geleerd van, hoe ga je nou om met de vrouw? Wat doe je wel, wat doe je niet? Bij seksuele voorlichting op school wordt alleen geleerd van hoe je het veilig doet. Ja. Maar niet van, oké, okay, wat zijn nou grenzen? Um, dat wordt niet geleerd. En je ziet ook in de maatschappij waarin we leven dat ons geleerd wordt dat je uh, een vrouw op weet je zo moet benaderen op een bepaalde manier, of je moet zo tegen haar praten, of mm -hmm. weet je, vrouwen willen dit van mannen. Precies. Maar, maar dat is ook waarom ik dat aanhaal, hè? Uh, Want het, uh, even los, ja. even los van die case ja. daar. Het heeft mij laten nadenken, en ik heb het met de mannen om me heen uh, ook erover. Ja, wij ook. Uh, je hebt bijna geen zin meer. Of je durft er bijna niet. Want ik geloof nog in onschuldig flirten, namelijk. Laat me het zo zeggen. Ja. Ik geloof in onschuldig flirten. Kijk, ik geloof in ja. complimenten geven. Ik geloof in shooting your shot. Ja, je kans nemen. Ja, ja, maar wat is dan dus... Maar nu ga je je afvragen van... Wat is de grens? Wat is de grens? Maar daarom denk ik dat het heel belangrijk is... want nu wordt alleen gezegd... nee, alleen de mannen moeten niet over hun grens gaan. Dat, het ook, dat is een wisselwerking van beide dat vrouwen ook, denk ik, dat het handig is... als we als, als willen dat het goed gaat, dat vrouwen ook leren om hun grenzen aan te geven. Want um, ik denk, als man weet je niet 1, 2, 3 gelijk wat de grens van een vrouw is. Kijk, het is hartstikke mooi als je weet van, nee, hey, dit moet ik niet doen. En er is geen algemene grens. Nee, er is geen algemene grens. Dus het is, is heel mooi als je weet van, oké, okay, je, uh, je dit kan ik wel doen, tenminste, dit kan ik wel doen. Tenminste, sorry hoor, er is wel een algemene grens. Normaal denken de mensen zoals jij en ik weten van... Je raakt de vrouw niet zomaar aan. Wij weten dat. Maar sommigen maar, weten dat blijkbaar niet. Nee, klopt. <laughs> maar dat komt weer terug. Waarom ik zeg van er is geen algemene grens. Er is wel, maar mensen zien het niet. Zien het niet is omdat heel veel mannen, jongens, worden niet grootgebracht met dit kan wel bij een vrouw, dit kan niet. Ja. Het is altijd taboe om over een vrouw te praten, van hoe ga je met een vrouw. Dat werd, weet je, ja. in ons generatie, in mijn generatie, werkt ik, niet. Ik, ik zit denk, te denk ja, denken of ik dat gesprek heb gehad... maar ik denk dat niemand dat doet. Nee, nee het zal er wel zijn. Maar niet zo nadrukkelijk maar als... Maar niet van, ga even zitten. Juist. weet je, net als ja. hoe je naar school gaat... en, ja, en kunnen rekenen, ja. wat dan ook moet leren... dat je praat van, oké, okay, dit is hoe je met een vrouw omgaat. Ja. Dat je echt, dat je echt in, in wordt onderwezen. Dat is er niet. Ja. En als het maar zo'n klein facet van je leven is geweest... Dat, 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 hoe je met vrouwen omgaat, ja. dat je alleen maar zo'n klein stukje meekrijgt. Ja, dan krijg je dit soort dingen. Nee, want ik zit te denken, als tiener waren we best wel wild. Uh, ja. Bij mij dan heel vroeg, elf, twaalf, dertien, veertien. En dan denk ik van, oh ja, maar dat is raar. Als ik, als ik daarna terugkijk, dat was heel raar. Uh, nu ben ik dan ouder. Uh, en dan denk ik van, ik zei het al je, wil al. je wil bijna niet. Je wil bijna niet meer shoot in your chat. Uh, want kijk, wij Surinamers... Uh, la, uh, want het heeft ook met de cultuurding te maken. Maar laat me het bij mezelf houden. Uh, ik dacht dus... Ik kan wel eens een vrouw een compliment geven. Ja. En ik noem Surinamers omdat wij doen dat creatief en leuk. Uh -huh. uh, 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 tenminste, daar gaan we vanuit. Uh, en soms is het gewoon om het compliment te geven en een glimlach uh -huh. achter te laten op haar gezicht. En nemen mee. Uh, verder niet lastigvallen, fijne dag. Zij blij, ik blij omdat. Maar dat is toch ook niet overschrijdend? Maar check, daar ga ik over nadenken. Maar dat weet jij niet. Of zo'n dame dat kan waarderen, of iedereen dat kan waarderen. Dus dit is dan waar, waar ik dan ja. nu over ga nadenken. Wat voor mij ook niet. Maar het is, ik denk dat er wel een verschil is. Ik bedoel, kijk, um... Want kijk, ik, ik wil jou iets zeggen, hè? Ja. Ik omschrijf het zo: ik, ik bedenk naar iets leuk. Mijn doel is om haar op zijn minst te laten lachen. Is niet per se van, oeh, die neem ik nu naar huis, want het is niet realistisch. Nee. Ik heb het nu specifiek over het voorbeeld van. Ik zie een uh, 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 dame langslopen die indruk op me maakt. Ik wil dit op haar droppen. Bam! En ik loop verder en ik, ik wat, heb wat, geen kwade bedoeling. Wat drop je dan op? Nou, nu moet ik. Ik ben, ik ben niet een one-liner dude. Ik nee. bedenk alles ter plekke. Maar als ja. ik nu moet freestylen, uh, dan zou ik zeggen: uh, Dame, ik zie je langslopen. Het spijt me. Maar ik zou niet troes zijn aan mezelf als ik niet laat weten dat ik behoorlijk onder de indruk ben. Ik zie die moeite die je hebt gemaakt toen je vanochtend opstond. En ik ga die nu even erkennen. Pluimpje voor jou. Hiep, piep, piep. Als ik je daarmee lastig val, sorry, maar het moest eruit. Ik loop door. Ja? Zie je me doorlopen? Ik loop door. Zie me doorlopen? Hier, zelf <laughs> hier. Bro, ja, dan ben ik aan het freestylen. Maar glimlach, whatever, en we gaan verder. En that's it. Ja. Dat is mijn stilo. Maar je hebt ook de... Kijk, en ik zou je wat zeggen. Maar dat is toch een duidelijk verschil? Nee, maar check. Ja. Wij zeggen er is een duidelijk verschil. Ja. Ik zit nu hardop te denken. Misschien heeft zij die ervaring meegemaakt van... Pst, 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 hoer. En dan kom ik met mijn shit. Maar zij denkt, oh, weer eentje. Begrijp je? En op dat moment ben ik dan gewoon ook... Lastig. Mm -hmm. Het is gewoon ik die hardop nadenken. Ja, 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 La, laat me het zo zeggen. Ja, ja, ik, ik denk stoppen. niet dat het, met al mijn goede ja, bedoelingen, ja, oh. ik denk niet dat het aan mij is om te bepalen hoe zo'n vrouw dat ontvangt. Uh, nee. En dan heb ik er bijna geen zin in. Dus dan denk ik bijna, der moet dit opgeofferd worden. Want veel vrouwen kunnen ook hiervan genieten. hè? Van de compliment, if it's done right. Maar, maar dan komt het weer op terug dat, kijk, die ene die dus die zegt, pss, 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 en, niet, en die reageert, zeg van hé hoer, ja. je merkt dat die dus kennelijk niet hetgeen heeft meegekregen wat jij hebt meegekregen, want jij doet het op een leuke, veel beleefde manier. En I die, just want to make a smile. Ja, en die, die doet het op een manier van, pss, oh ze reageert niet, en die voelt zich gekwetst en reageert zo. Ja. Dus die heeft dan niet meegekregen van hé, hey, hoe ga ik nou met de vrouw om? Hoe benader ik nou? Wat zeg ik nou? Weet je wel, wat is prettig, waar reageer ik? Wanneer ja. laat ik iemand met rust, of niet? Juist, wanneer laat ik iemand met rust? Want het begint eigenlijk... Ik, we zijn nu hardop aan het ja. praten, hè. Dus uh, uh, als het verkeerd overkomt, is het niet de bedoeling. Wij ja. proberen hier gewoon te denken uh, van... Wat is dat wa waarmee wij bezig zijn als mannen? Ja. En wij allemaal, ja. weet je? Ja. Uh, want ik geef nu dit voorbeeld. Maar het is, mokie, pssst, maar het is ook in Tuter. Uh, al die dingen die wij doen. Om die maar ook de krijgen. bouwfokkers. Ja. Vrouw die langs de buips, weet je dat je denkt van ja, maar dat is toch onschuldig, want dat denk ik dat is nou onschuldig. Nu ben ik op het punt dat ik denk van is dat wel allemaal onschuldig? Dat is iets wat ik me afvraag nu. Niet alles is onschuldig, want ik denk niet alles is onschuldig soms. Weet je, mannen en testosteron en wat het ja. doet met je gedachten en ja. soms weet je, soms heb je een bepaalde gedachte of gevoel, ja. maar iemand die een beetje onderlegd is die heeft van oké, okay, weet je, wat dit kan ik niet zeggen of dit doe ik niet of ik houd het voor mezelf. Ja, ja, ja. Maar een ander die heeft daar geen controle op en die gooit het eruit. Ik begin nu opeens hardop af te vragen: van... kan dit, kan dat, hoe ervaren ze dat? Uh, uh, dus moet dat helemaal worden weggegooid? Dat onschuldige geflirt, wat eventueel een glimlach kan brengen op een vrouwelijke gezicht? Ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon voornamelijk um, um, wat meer. Um, um, hoe noem je dat? We need to educate people, man. Net als hoe, uh, met alle respect, hoe. Mensen soms negatief naar een bepaalde bevolkingsgroep keek ja. en nu onderleg wordt van: hé, hey, dit kan wel, dit kan niet. Ja. Zo moeten wij mannen ook onderlegd worden van wat kan wel, wat kan niet. Wie moet dat doen? Ik, ik denk dat ja, ik denk, wij zelf onder andere. want ik denk dat er genoeg mannen zijn. die wel weten hoe je tot een vrouw moet praten. en natuurlijk moet ook. Wat, moet dus de meeste input van de kant van een vrouw komen. Ja. Um, maar daar moet, er gewoon, ja, daar moet gewoon onderwijs, daar moet stof, daar moet theorie over komen. Want de jeugd die zich nu opgroeit, die ja. leert niet hoe ze een vrouw moeten behandelen. Daar wordt niet over gesproken. Ja. Dus als de referentiekader voor die jongeren alleen maar is wat ze zien op tv en naar muziek luistert en naar artiesten. En dan gaan ze ook op een gegeven moment opgroeien. Oh ja, zo moet je vrouw benaderen. Of je moet dit zeggen of je moet dat zeggen. Of vrouwen zijn dit of vrouwen zijn dat. Want is, dat is waar we mee opgroeien. Want check, ik ga ik zeggen, en misschien is dat een beetje eng om te zeggen, want dat is best wel, uh, dat kan richting ontwetend gaan, uh, ontwetendheid gaan of niet. Maar als ik een beetje over die Tory ga nadenken, hè, dat mm -hmm. nu een bom is gevallen, dat mannen in machtspositie uh, gebruik maken om, uh, om iets bij een vrouw te halen. Of dat nou seks is of gewoon dat ongewenst gebeurt. gedrag. Dat gebeurt. Ja? Maar check. Mm -hmm. Want we hebben het over ja, mm -hmm. the man needs to be educated. Ja. Klopt toch? Ja. Uh, er is gezegd, ja maar vrouwen trekken je mond open en dat is nu ook een, mm -hmm. uh, 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 een ding. Want mm -hmm. vrouwen, leg je de schuld bij vrouwen, dat is nu de vraag, toch? Nee, 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 nee maar ja, check. Ja, neem, dat ja. is gezegd door, ja, 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 klop, 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 door klop. iemand en dat is nu een hele jugu, jugu Door John de Mol is dat gezegd en dat ja. is nu een jugu, jugu geworden. Maar ik wil wel zeggen, ik neem aan. Dat er ook vrouwen zijn die hiervan hebben geprofiteerd en hun mond niet opentrekken. Dus een vrouw. zo'n man in een machtspositie komt met zijn spelletjes. En als je dit doet. ah oh, maar dan kan hij mij verder brengen. Ja. En die is daarin meegegaan en die is misschien wel verder. En misschien is dat een van de bekendere zangeressen. of presentatrices die wij kennen. Ja. Dus wat ik hier wil zeggen is. Die gaan nooit hun mond opentrekken. Dus nee. stel je voor dat een, een van die vrouwen is gekomen op een bepaalde positie. Ja. door toe te geven aan zo'n vieze Ja. Die gaan hun mond niet opentrekken. Maar die moeten ook hun mond opentrekken. Maar hoe gaat ze de mond opentrekken als zij is gekomen? Ja, ze heeft talent en al die dingen, whatever. Maar misschien gaat ze nu wel de mond opentrekken. dat ze denkt van: ja, weet je, ik zag geen andere weg. En ik, nu erken ik bij mezelf dat dat niet goed is geweest dat ik dat heb toegelaten. Juist. Ik denk dat, dat dit ook weer biedt. Weet je, ik denk. Kijk, ik denk dat uh, John de Mol, ja, die wordt nu echt, weet je, staat echt onder hete vuur. En ik denk dat het wel belangrijk is dat er over gesproken wordt. Want als wij mannen willen educeren, dan moet er gesproken worden. Dus dan moet er wel wat gezegd worden van, Juist voor, van vrouwen die van die kant komen. Dat dit is gebeurd, weet je, dit is niet oké. Okay. Dit ja. heeft iemand nog gedaan. Dus ja. Um, ik denk dat het wel zou helpen als vrouwen maar denk je dat ook hun mond is? zouden opentrekken. Denk je dat het waar is wat ik zeg? Dat sommige vrouwen nu op positie zitten omdat ze dat toe hebben gelaten? Ik denk dat er wel zeker vrouwen zijn... Dat is een realistisch idee, nee, Ik hè? denk dat er zeker wel vrouwen zijn die um, dingen, bepaalde dingen hebben toegelaten... en dat ze daardoor op een bepaalde positie zijn. Dus we... dat, dat laat al zien hoe krom die wereld is. Juist, yes, yes, yes. juist. Daarom zeg je? ik, mannen zijn creeps. Ja, Dan zeg ja, ik, ik, begrijp je me niet verkeerd, hoor. Dat, ik vind het juist eng dat ik kijk, mannen zijn creeps. Dan heb je ook ja. nog een machtspositie... ...waardoor jij een gatekeeper bent, kan bepalen van... ...hé, jij gaat hier komen, maar we moeten wel even, weet ik veel, spelen, iets doen, whatever. Werk mee met mij, met mijn sickness. Ja, macht, hè, macht. Kijk, de dingen waar mannen vatbaar voor zijn, dat is macht, dat is geld en dat zijn vrouwen. Ja. Ja, ja. En als we dat krijgen... en ik ben niet heilig, hè, even dat duidelijk zijn. Ik ben ver van die creeps natuurlijk... Maar dit is wat ik ook wilde zeggen. Kijk, ik, ik ben niet bang, maar ik zeg: hey, ik ben niet bang, want als dat geofferd moet worden, dan moeten we het offeren. Als dat betekent dat hierdoor vrouwen zich veilig gaan voelen. Het voorbeeld wat ik net gaf, en dat moet geofferd worden, waarbij ik dus de bedoeling heb om een glimlach op een vrouw vrouwen gezicht te brengen. Maar dat kan niet, omdat eventueel de kans is dat vrouwen zich onveilig gaan voelen. Dan zeg ik. Dan offeren we die shit maar, mm. dan moeten we creatiever gaan worden hoe wij yeah. onze, uh, uh, we gaan take our shot. Yeah. Of duidelijk laten maken van, hé, hey, uh, je bent een mooie dame. Mm. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, ja, maar dan verdwijnt die magie, want je hebt ook karaktereigenschap, toch? Je hebt vrouwen die wat stouter zijn, mm. die, daarvan, die zijn flirterig. Je hebt mannen die flirterig zijn mm. en stouter. Je hebt mensen die, niet, uh, die, die het niet kunnen waarderen, maar uh, ja, ik ben bang dat het allemaal, niet ik ben bang, ik moet het goed zeggen... Want eigenlijk wordt het allemaal heel bekrompen. Nee, kijk, want kijk wat je nu doet. Je geeft nu aan, je hebt vrouwen die zo zijn, je hebt vrouwen die zo zijn. Je die zo zijn je mensen die dat kunnen capaciteren, mensen die dat niet. Dit al is al theorie als jongeren dat op school meekrijgen. Ja. Dat ze gaan weten: van oké, okay, hoe ga ik nou iemand benaderen? Wanneer zeg ik wel wat, wanneer zeg ik niet wat? Dus nu gaat meester Henk mij leren hoe ik een vrouw moet benaderen. Nou, ik denk niet dat het door meester Henk moet gebeuren, denk ik. Maar door nee, ja? iemand die, die daar wel geschikt voor is. Ja. Ah, en misschien is het wel meester Henk, daar niet van. Maar als het moet gezegd worden. En ooit ga je denken van... Oh ja, meester Henk zei ooit ja. dit. Toen wou ik niet van hem aannemen. Ja. Maar nu komt het wel weer terug. Het moet gewoon gedaan worden. Maar jij, jij, jij schrok daar ook van toen je dat zag? Ik schrok. Me de ja, ik schrok. En aan de andere kant dacht ik... Pst. Ik kom me... Uh, en misschien wordt er niet gewaardeerd wat ik zeg... Maar ik, ik, ik ben altijd iemand... Ik probeer me in bepaalde situaties in te leven. Ja. In ieder geval een dame van een 18-jarige meisje... Weet je is het heel lastig om je mond te openen voor bepaalde dingen. Dus in zo'n situatie kan je niet zeggen... dames, trek je mond open. Nee, nee, nee. Want die gaan nooit kunnen praten in zo'n situatie. Die trekt nu pas haar mond open. En dat is wat, tien jaar later? Ja. Omdat ze nu na tien jaar later pas het moed heeft gevonden. Ja, voor nee, liefst. voor mij vind ik dat logisch. Dat zeg ik toch. Ja. Je, ja, ja. je, je hebt een droom, je hebt een ambitie. Ja. Je, je komt daar. En dat ja. vind ik het ergste daaraan, hè. Ja. Zo'n mei zo meisje is kwetsbaar ook omdat ze wil iets graag. Ja. Zo'n keel weet het. Ja. Maak daar gebruik van. En nu gaat ze zich schuldig vullen. Gaat en gaat ze tegen zichzelf zeggen. Nee maar ik wilde dit toch? Ik wilde dit. Want dus ik, ik, dat vind ik zo triest is, om zo zielig is, is, om te zien. En wordt er agressief om. Ja. En aan de, aan de andere kant denk ik van, weet je, ik kan me ook beelden in een man. Want ja, je hebt zoveel aans. Je hebt zoveel macht. Alles gaat zo makkelijk juist. voor je. Omdat je succes hebt behaald. Dus, weet je, soms heb je bepaalde... Zag ik dan verlangen zoals een zo man? En dan denk je van, hmm, weet je, bij wie kan ik dat verhalen? Oh ja, kan het bij die verhalen. Laat me dit en dit zeggen. Kijken hoe ze erop reageert. En ja. ze reageert erop, of tenminste, ze geeft me die ingang. Oh ja, het zal goed maar zijn. Maar check, we, dat is dus wat dat we, is we nu die, doen. Dat, die, is, die, dat is wat ik wilde doen klomp, als mannen. Weet je? Check, check. Want we hebben het nu over het grijs gebied. Ja. Daar wil ik het over hebben. 18 meisje, dat is duidelijk. Ja. Maar je bent zo'n man op een machtspositie. En er komt zo'n mooie dame. Dat is dus waar ik het over heb. Ja. En voelt je aangetrokken, toch? Ja. Het beste is om te zeggen van, you know what, ik, ik, ik eet niet waar ik scheid. Ja. Maar is niet altijd even realistisch. Begrijp je? Dus dat wil zeggen, uh, bij mijn werk hou ik, doe ik bemoei ik niet met niemand. Oh, dus ik scheid niet waar ik eet. ja. ja. ja, 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 ja best, dat ja. is wat ik bedoel, ja. toch? <laughs> Oké. Okay. Maar dat kan, maar is niet altijd even realistisch. Wat nou als iemand daar komt die heel veel indruk op je maakt en dan heb je die machtspositie. En dat is het voorbeeld wat ik uh, uh, neem. En zo'n chick zegt, hey, shit, jij mag gebruik van mij, ik mag gebruik van jou. Hij wordt overvolwassen aan een vrouw. Ja, maar die gaat dan nooit praten. Maar die heeft een bewuste keuze erin gemaakt dan. Want er zijn wel degelijk vrouwen die uh, ook gebruik maken. Zeker. Uh, uh, en, 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 en dat zijn geen slachtoffers per, per se. Maar dat zijn uh, smart-ass women die denken, you know what, dan ga ik mijn shit gebruiken. Jij wil jou mag gebruiken, ga ik mij mag gebruiken. Ja. Maar Dit is heel grijs gebied waar we het over ja, hebben hier. Het is een beetje gevaarlijk ook waar we ja, het over ja, hebben. Ja, hier. Maar ik probeer het los, eerlijk ja, te het, praten. Maar het los, ja, het, het, er zijn ook vrouwen die gebruik maken van die situatie. Dat zijn absoluut niet deze waar we het nu over hebben. Ja, en, ja. en de meeste niet. Maar ik wil alleen zeggen, ze zijn er ook. Ja. ja. Alleen dat, die, dat komt niet aan de orde. En zo'n keel met zo'n machtspositie, zonder die macht zou hij niks zijn. Weet hij niet eens hoe die vrouwen moeten van? Kijk. Als ik een vrouw vang, doe ik het met mijn broke s. Mm. <laughs> Laat staan als ik mag. neer. Is een grappig? Maar ik met mijn broke s gewoon met wie ik ben doe ik dat. Maar zo'n gast heeft nog nooit een vrouw kunnen uh, whatever. En dan nu heeft hij opeens uh, leverage. Ja, het is een interessante topic, man. Ik ben, ik ben aan het denken. En ik denk maar van, ja. zie je dat we een beetje bang zijn ja, om ja, bepaalde man. dingen te zeggen? Ja, man, kijk, kijk ik weet je, I'm, I'm good. Maar ik, als ik. Ja. Ik zit te denken: van ja, maar hoe, hoe? Dit is zo. Tenminste, niet bangig. Niet ik, wil, nee, ik, maar... ik wil dingen goed uh, kunnen zeggen, weet je. Uh, maar ik wil ook eerlijk gewoon kunnen praten. Ja, yeah, niet bangig, maar it just got me thinking. Like yeah, man. Dit is, is... En daar begon ik mijn gesprek mee. Yeah, it got, mee. Me, thinking, it got me thinking. Niet alleen dit. Ja. Alle vorige dingen, Harvey Weinstein en al it, dat yeah. soort dingen wat ik hoor. En, en dan kijk ik. En ik heb niet eens televisie. Dus als dit mij bereikt, dan moet het echt een bom zijn die zijn oplopen. Ik heb al vier jaar kijk ik niet naar televisie. Ja. Maar dan hoor ik die dingen. En dan kom ik tot de conclusie van... Wij mannen zijn echt creeps, jongen. Dus, en, en, dan, en dan hoeft het deze verkrachtigd te zijn, maar de manier... Hoe, en het doel en het idee. Het lijkt net alsof een vrouw niet gewoon een vrouw kan zijn zonder dat daar een seksueel ding bij komt kijken. En, en weet je hoe dat komt? Want we hebben ook dichtjes, zusjes en al die dingen. Ja, maar weet je hoe dat komt? Het nou? ge komt gewoon door de maatschappij waarin we leven. Nogmaals, ja, ja. kijk hoeveel uh, seksueel gerelateerde marketing mm. wordt uitgegooid. Mm. Uh, als het komt tot sport, tot muziek, tot uh, 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 kleding. Uh, mm. uh, tot eten. Uh, tot zelfs, like, in de meest simpele dingen, water. Nee. Kan er zelfs een vrouw... Ach, dus het nee. wordt zo erg onbewust in je denken geprent... Ja. Dat, je, dat er mannen naar gaan handelen. Ja. Daarom zeg ik dat er ook een hele andere kant moet komen. Er moet gewoon studie... Overkomen van je, ja, dit gebeurt. Dit zijn de gevoelens die je gaat krijgen. Ja. Dit is wat invloed op jou heeft. Yes. Omdat je hier en hier naar kijkt. Instagram. Je scrollt door je Instagram. Mm -hmm. Je kijkt één keer naar een vrouw. en die hele fiets zit vol met vrouwen. Mm -hmm. We worden continu geprik seksueel geprikkeld. door alles om je heen. Dat is wat... En dan ga je op een gegeven moment naar handen. muziek, films, muziek, alles. Muziek, films, reclames, eten. Maar wel, wel, ik vergeet het bakketen, belangrijkste: social media. Social media, alles is seksueel geprikkeld. Weet je? Soms kijk ik naar me. Dus... Ik ben een dude op social media. Nu, ik, 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 uh, een Malcolm X quote zit ik daar te liken. Al die dingen. Ik, ik like niet uh, een foto van een chick die sexy doet. Niet alleen omdat ik er ass niet gun. Ja. <laughs> maar ik heb het allemaal wel gezien. Ja. En toch, als je gaat naar uh, de voorstellen die Instagram doen. Waarom gooi je al die krullenmeiden in mijn voorstellen uh, dingen? Ja. Met de billen zo naar buiten shit. Ik, ik heb dat allemaal wel gezien. Ik hoef dat, dat niet is te dus zien. Dus hoe die algoritme werkt. Dus alles wordt dus Extra, extra in gezicht Niks print. mis met meiden met krullen, maar fan. Maar ik heb het hier even over die... Uh, <laughs> I'm <a> fan. <laughs> ik heb het even over het idee van dat het ja. op me wordt gegooid constant inderdaad. Ja, hier, ja. daar. Ja. Ja, ja en dat, dus daarom gaan mensen ook daarna handelen. En dat is iets van, weet je, er moet iets in gaan veranderen. Er moet uh, theorie overkomen. En daar moeten we echt doelgericht mee gaan werken, denk ik. Dat is een goede oplossing. In het onderwijs. Okay. Ik bedoel, ik denk dat de, 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 de mensen die nu al volwassen zijn... Ja, die gaan zich daar niet mee bezighouden. Maar daarmee kan je campagnes of bepaalde dingen naar buiten laten komen. Dat, dat weet je, dat tegen die mensen vrouw gelijk op sterk moet van Hé, hey, tot iedereen niet verder. Juist. Ik denk voor de, voor de opkomende generatie dat daar gewoon echt ja. in onderwezen moet. Nee, want kijk, er zijn al dingen... Uh, 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 afgelopen jaren zijn dingen gekomen zoals uh, uh, zo'n app waarin een vrouw, in Amerika hoor, toestemming kan geven van hey, ja, uh, ik geef toestemming om dit, we kunnen dit. Zo bang zijn mannen geworden om, en ik denk niet dat dat gezond is als het gaat om, kijk ik hou van liefde ik hou van en het brede mm. seks ik hou van het flirten alles ik hou van de magie mm. ik ben bang dat dat verdwijnt als je het zo gaat benaderen maar dat ik, denk, ik in een app moet aangeven voordat wij gaan daten dit en dat en dat en dat, dat mag dat, ik denk dat dat gaat veranderen ik denk dat wat je zegt dat gaat gebeuren nee maar dat is er al Mimang. ja dat nou, is er al maar het is nog niet zo breed ingesteld ja, maar, dat, dat, dat dat wordt de nieuwe norm nee maar dat ook dat bang, bang man daar word ik bang maar, nogmaals dat dat ik meen het als ik zeg van als dat alles moet sneuvelen Cool, maar tegelijk denk ik, saa, nee, maar dat is niet leuk meer toch? Je hebt tijd voor alles en die tijd waar jij het over hebt, waarin dat, weet je, waar je dat openlijk hebt, dat gaat veranderen naar dit. Alles wordt digitaal. Ja. Alles wordt digitaal, alles wordt. Maar je moet toestemming geven om, luister, wij gaan op een date en op die date mag dit, dat en eventueel dat gebeuren, dat mag. Ja. Dus die app bestaat alleen, man. Ja, en dat gaat gewoon breed ingezet worden. Ik weet wel die app heb ik ook daar heb ik over oh, yeah. gehoord. Dus dat, dat, wordt, dat wordt de nieuwe norm. Wow. Want als mensen... En, 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 en weet je wie ik kwalijk neem, die fucking vieze rikken. Dat zoiets dus dat we daarover moeten hebben en dat zoiets moet bestaan. Ja. Die, die creeps. Ja, ik lach er ook maar, maar dat weet weet zeg ik, dat zeg ik. Als, vand als, van wij, als wij dan, weet je, als wij dan, dupe, als vrouwen zich daarvoor veiliger gaan voelen, natuurlijk. Ik zeg go for it. Maar tegelijkertijd, zeg ik eerlijk, ik vind het wel jammer dan hoor dat dan de magie verdwijnt van... Die vrouw- en man interactie. Die gezonde, ja. wat naar mijn idee, die gezonde vrouw- en man interactie is. Want nu, weet je, je kan ook gewoon naar een vrouw kijken, toch? Het is lichaamstaal. Het is, als het goed is, is het een lichaamstaalding. Mm -hmm. Kijk naar een vrouw. En een vrouw heeft ook haar eigen manier van flirten, by the way. Mm -hmm. Begrijp je? Alleen dan lachen en wegdraaien. Laat mij weten, niet bij iedere vrouw, ik moet het aanvoelen en de setting is belangrijk, dat ik denk van: oh shit, I can shoot my shot. Zij geeft mij eigenlijk de cue van: I can shoot my shot. Maar nu word ik bang, denk ik, begrijp ik het verkeerd. Ja, maar dat is altijd iets wat heel lastig is. Want dat is iets wat weet je, waarin, Daarom duidelijk communiceren. Maar ja, I shoot met shot, is er wel. En think, shoot je shot, that, that, en dan denk ik had dat nooit moeten doen. Juist. Maar dan weet je dat. Nee, want in het, nu, voor deze gekke tijden, ziet het als volgt uit. Voor mij heel simpel. Eh. Uh, uh benaderen vrouw ja of nee een blauwtje lopen fijn is onderdeel of the process yeah. is a beautiful thing en daar volgt niet daarachter hoe of dat soort nee, dingen nee. ik blauwtje zelf vind ik leuk oh shit <laughs> Lachen. Oh nee, maar ik heb blauwtje. Shit, wat heb ik gedaan? Is het is geen drama. Ja, 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 ja. Jouw ja, ego is... Nee, nee. Niet mijn ego, maar ik dacht shit man. Oh ja, serieus? Nee, ik zag so het. Zo houden, nee, hoe kon ik dat niet zien? Maar voor mij is dat, is dat overal zo hoor. Uh, je slaat zoveel keer mis, maar één keer sla je raak. <laughs> <laughs> en goed raak ook. Ay, maar, als, maar als je niet schiet, dan ga je nooit raken toch? Nee, klopt, klopt. Maar nu is shoot in the shot is dus uh, gevaarlijk. Uh, gevaarlijk geworden. Dus uh, misschien, ik denk, wat, wat ik hier aan het doen ben, blijkbaar, is dus denken van, dan, waar gaan we naartoe? Mm. Uh, met voorop inderdaad, hey, mannen de verantwoordelijkheid nemen van, yo, check hoe vrouwen zich voelen, mm. kunnen voelen. Mm -hmm. uh, en kijk hoe mannen in machtspositie, Daarmee om kunnen gaan, gemisbruik van kunnen maken. Ja. Maar ook wat ik zei, hoe, hoe vrouwen daar waarschijnlijk gebruik van maken om hoger op te komen. Allerlei scenario's heb ik tevoorschijn gehad. <laughs> uh, maar het is duidelijk dat er iets aan de hand is. Zo. Dat is duidelijk. Ja, dat zeker zo. Ja, heb ik het zo zwaar gemaakt, eventjes, hè? Het <laughs> <laughs> is altijd Het een... ja, is good, belangrijk. Het ja, is ja, toch. belangrijk. Oh, Lord. Ik baal wel. En dan moet ik gewoon eerlijk eens zijn. Weet je, tuurlijk, alles moet maar bewezen worden. Maar ik bouw wel dat het een allochtoon is waarbij deze shit gebeurt. Ja, maar niet hij alleen. Kijk, nee, maar als ik kijk naar het programma. Het ja. ging voor 75 of 80 procent. Ja, ja, maar je weet toch hoe Nederlandse media werkt? Dat is ja, Nederlandse media. Want in die kast aan een is die iets verkeerds doet. dan ja. Word je gewoon duizend keer erger gewoon gepakt. Ja, ja, en Dat ja. zie je ook. Dat ik denk van. Uh, Hé, hey, Seb, ik, ik, ik weet niet wie, wie dat is, maar zo'n Marokkaans acteurtje. Uh, no, ja, ja, ik weet ja, niet wie dat is. is maar, maar dat is een goed voorbeeld. Die is kapot gemaakt. En wat gebeurt vlak daarna? Er loopt een minister rond. Die bekend staat uh, dat hij met kleine jongetjes dinges doet. Uh, volgens mij een D66er. Oh, ik heb hem niet meegekregen. Ja, ja, ja. Nou moet je nagaan. Je ja. hebt het niet meegekregen. Ja. Maar die loopt gewoon vrij rond en die wordt niet zo aangevallen. Marco Bazzato. Is uh, waar of niet waar, maar die is niet aangevallen als die uh, Bilal-jongen oh, waar je het ja, over hebt. Ja, ja. Die is niet zo aangepakt. Nee. Sterker nog, weet je wat een van die gasten zegt? Een van die show -news, maar ik ken ja, die witmans niet. Een van die show news mensen zegt van, Ah, uh, uh, oh, wat, 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 wat erg hè? Voor Marco zijn gezin. Huh? Ja. Die, 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 die hield zich bezig met Marco Borsato en zijn ja. reputatie en zijn... Ja, ze, Jo! Hij wordt een beetje, ja, het werk, leek net alsof ze een beetje de hand boven zijn hoofd houden. En Ali wordt gewoon naar de bus gegooid. Dus, dus het is allemaal te... niet goed, maar nee, nee, nee. ik zie gewoon dat zie die verhouding die ik da, ook Dat is weer iets wat wij zien. Ja. Dat is een verhouding, is weer een ander verhaal, ja. inderdaad. Maar hey, uh, je, je trekt op toch met die mensen? Dus, uh... Kijk, ik, laat, me, laat me het goed zeggen. Kijk, het moet sowieso niet gebeuren. Mm -hmm. en, ik, ik, weet je, en dan denk ik van: ik hoop van, alsjeblieft niet, niet Ali, alsjeblieft laat dit niet bij Ali. En dan bij Ali denk ik van: kijk, zie je, en dan worden gelijk weer. Alle Marokkanen zo gezien. En gelijk weer, weet je, het wordt gelijk. Je weet toch hoe media schrijft. Als je wint, ben je Nederlander. Als je verliest, ben je Alerton. Als je een ja. verzocht bent, ben je Antillaan. Als je wint uh, met baseball, ben je Nederlander. Dat, dat weet je, dat is media. Dus ja. Ja. ik zeg daar niet van. I was gonna lighten up the mood. <laughs> Let's, let's... Let, let's try. Nee, nee, nee maar check. Maar check. Ja. In, 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 in Gilly's offline haal ik uh, uh, altijd een quote tevoorschijn uit de miljoenen quotes die er bestaan. Dat is een liefdesquote of liefdesseksrelaties, daar heeft het mee te maken. Daar wil ik dan op inzoomen met mijn gast uh, en dan kijken wat hij of zij ervan vindt. Mm -hmm. mm. Ze zeggen namelijk... Liefde gaat niet alleen door de mag, maar ook door de neus. <laughs> en waarom? <laughs> We hadden er al eerder erover. stuk. Nee, nee, nee. Wat ze zeggen namelijk. Ja. Jouw geur ja. kan iemand van een ander geslacht aantrekken of afstoten. Dat zeggen ze. En als iemand die sport de hele dag door. Kan je er iets bij voorstellen? Het ik... is echt zo, hè? Ze hebben het over feromonen uh, heet dat. Die stoffen die vrijkomen. Uh, ja, ik denk dat dat dat, trekt dat, aan. dat. dat het geactiveerd wordt eerst op basis van wat je ziet. En dan... Uh, kom je in aanraking met. Want, want jij, was, jij was bereid. in ons snelle jellen. Ik ja, je kan veel vertellen accepteren. over zo'n zo. jij zou die stank accepteren. Ja, omdat ik denk gewoon van. op een gegeven moment wendt het wel. <laughs> nee, maar ik denk dat het zo werkt. kijk, als je iemand ziet. en, en je valt op iemand. en je komt in zo'n bepaalde. love-waas van iemand. Mm -hmm. dat de eerste indruk is dat je alles van iemand accepteert. Ah, ja. Iemand is ineens ook al. Die geur accepteer alles en later denk je van, hm, misschien vind ik het toch niet zo. Dan gaan dingen goed. opeens storen. Ja, juist, weet je. Maar <laughs> dus wanneer je, when you get sane again. Ja. Want ik zeg altijd, je bent niet goed bij je hoofd als je verliefd bent. Ja, <laughs> Maar when you get sane zeg je, dan gaan dit sommige dingen irriteren. Dan kunnen die dingen irriteren, <laughs> ja. maar dan ga je ineens over praten. Maar aan het begin irriteert het nooit. Pas later ga je dingen zien wat wat irriteert. Of wat maar nu benaderen we het uh, negatief. Uh, de liefdescode van de week. Liefde gaat niet alleen door de maag, maar ook je door, door de... de neus. Maar denk je ook dat, uh, uh, dat er voor zorgt dat je van iemand gaat houden. Dus de geur van iemand, je wend eraan. Want dat is echt zo, hè? Het stoot je af of het trekt je aan. Denk je dat geur ook bepalend is? Ik denk voor het waarom wel. jij met je vrouw bent geëindigd? Ja, ik ben blij dat ze, dat ze lekker ruikt en ik stinkt. <laughs> en eigen lichaamsgeur maar... hebben we erover, hè? Ja, ja, ja. ja. Misschien ja. wist jij het niet eens. Misschien ja. moet jij dit meenemen... en denken van, hé, hey, wacht even, dat nee, geurding. Maar, maar haar, haar geur, die ik voor het eerst rook, was gewoon lekker. <laughs> Maar dat is natuurlijk omdat ze een geurtje op had. Ja. Maar dat heb ik gelijk gelinkt aan haar. Aan haar, stand. Dus nu als ik ergens loop en ik ruik dat geurtje, denk ik. Is ze in de buurt? Oh nee, oh nee. Dan is dat ook een beetje de ja, 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 De dus, ja, ja, ja. scheur dus heeft degelijk wel invloed, denk Zeker, ik. Zeker, man. Het, is, het is, heel, is, 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 is heel belangrijk, man. Ja, het heeft degelijk wel invloed. Thinkerbaas. Het is alleen, it. ik heb er nooit zo over nagedacht. Dus je laat me denken, denk, hmm. Ja. Maar wel, ja, Neem ja. het mee. Jouw vrouw gaat je raar aankijken als je, je opeens zo ziet. Oh nee, ja. Ik kom van Gilly Slotline. I learned something. <laughs> Ik heb hem nek en hoofd geleerd en hij mij uh, neus leren gebruiken. <laughs> Let me smell you <laughs> today. Is a beautiful thing, man. Yeah. Hey, thanks voor je openness, uh, Dennis. You're welcome, bro. Hey, waar kunnen we jouw shit uh, checken? En is er een manier om dat te supporten of doe je het helemaal zelf, het bouwen van die school in Ghana? Ik heb het uh, altijd helemaal zelf gedaan, maar we hebben wel een stichting gestart voor als mensen een bijdrage willen leveren. Yeah. Dat kan je vinden op www.fovifoundation.com. Ja, ja, ja. f o f e dan foundation.com vast aan elkaar. Hey. Check the shit man, die ja. man is met goede uh, dingen bezig. Toevallig dan ook met een partner die het heeft gevonden, waarmee ze dezelfde passie delen ja. en mensen willen helpen. Dat is dan uh, jouw extra geluk, zou ik zeggen. Ja. Maar uh, heb je de mogelijkheid, support die shit. Uh, want je bent scholen aan het bouwen, hè? niet ja. eentje. We hebben nu één school, maar we willen meerdere scholen bouwen. I respect it ja. heavy. I respect Thanks, it heavy. Love man. Hey, uh, over sport uh, gesproken. Nu kom ik heel... Uh, um egoïstisch over. Is niet het geval, want de uh, movement is lobby. En als je deze lobby movement wil supporten, uh, je bent naar deze video aan het kijken. Heb je nog niet op dat like-knopje uh, geklikt? Vind ik raar. Vind ik raar. Zeg ik eerlijk. raar, toch? Je kijkt. Kleine handeling. Alleen zo al support je en abonneer ook op het YouTube kanaal van Gilly's Loveline. Ben je nu op Spotify aan het luisteren? Ga naar YouTube en check. Onze lichaamstaal, hoe wij hier spraken. Want misschien ben je aan het luisteren denk van... Ik weet niet hoor, volgens mij lul de Guy. <laughs> ja. Ik moet het in zijn ogen zien. Ga dan naar YouTube en check it out. Uh, 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 abonneer, uh, like de page. Maar luister. Wil je het echt goed doen en heb je de mogelijkheid... Om mij te supporten. We hebben leuke hoodies laten maken. Met uh, een boodschap volgens mij... Die niet verkeerd is om uit te dragen. If it ain't about love, it ain't about nothing. Is wat ik altijd hier zeg in de show. Dus weer supporten. Ga naar gillysloveline.nl en bestellen Loveline hoodie. Stay warm and stay love with the Loveline hoodie. Is die leuk? Hij is leuk? With is ja. <laughs> <laughs> Is a beautiful thing. Daar kan je ook trouwens alle shows terugkijken. En uh, 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 like alles wat je daar ziet. Deel die shit. En zoals ik al zei, ik heb hem aan en I'm gonna say it again: if it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Yeah. Nice man. Wow, you got something going on here man. Hey, nee, thanks man, leuk man. Leuk gesprek man.